Als er iets zichtbaar is in het luchtruim dat ze niet kennen of niet weten waar de technologie vandaan komt, is het een UAP. MOD had die term in het dossier staan, Unidentified Aerial Phenomena, omdat zij wouden dat er heel veel onder die term kon vallen. Niet alleen buitenaards, maar ook andere dingen. En zij hebben het gebruikt voor de wapenwetloop, de wapenindustrie. Ze hebben dus materialen gereversed engineered of reversed engineering toegepast om eigenlijk te zien wat kunnen wij daarmee doen in onze wapenindustrie. Dus dat wil zeggen, er is een zesde branch van het Pentagon die daarboven opereert in de ruimte. En als je dan het plaatje 400 miljard space industry ernaast legt en de controle van de USSF, United States Space Force, dan weet je genoeg. Dus we moeten eigenlijk onze ogen altijd op de ruimte richten in die false flag. Wat is er aan de hand? Hè? Want er is nu toch ongeveer 400 miljard aan space industry daarboven. Zolang wij niet op een bepaald bewustzijn komen, en dat heeft ook met ethisch denken te maken en zo in de wereld, en ook hoe we onze energie gebruiken, zolang dat we dat niet hebben, dan maken ze een groter contact gewoon. Dat heeft geen zin voor hen. Beelden zijn allemaal fake van de maan. En dat kunnen we ook bewijzen. Want we zien, als we inzoomen nu, we kunnen dat met de computers nu doen, en met Photoshop en whatever, zien we dat er props liggen op de foto's met naam op van winkels. Nee, het is de openbaring dat we snappen dat de ruimte heel veel belang heeft in onze ontwikkeling, in onze bewustwording. We moeten wijder gaan kijken dan wat we hier op aarde beleven of meemaken. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit België, in de buurt van Gent. Ja, ik ben eerlijk gezegd ook maar gewoon achterin gestapt en hier uitgekomen. Maar volgens mij in de buurt van Gent, waar we eigenlijk als we in België zijn altijd opnemen, zit ik met een hele interessante gast en dat is Bart Uytenhagen. En Bart heeft, veel dingen op zijn lijstje staan. Heb ik opgeschreven, dus ik pak toch even mijn telefoon erbij. Dan kan ik het even oplezen, het is te veel anders. Bart is namelijk internationaal UAP-expert. Wat betekent, en nu komt-ie, Unidentified Aerial Phenomena. En dat is weer net iets anders als UFO. En daar komen we denk ik zo meteen heel erg uitgebreid over te spreken. Hij is medeoprichter van het Belgische UFO-netwerk Buffon. Bart, ik check heel even of ik het goed uitspreek allemaal. Bart doet ondertussen al meer dan 10 jaar veldwerk met onderzoek naar het buitenaardse, UFO's, geavanceerde technologie, de ruimtevaartindustrie, graancirkels en false flag operations. En daarnaast is hij ook schrijver van het boek UFO's officieel erkend, waarin hij de lezer uitnodigt om zich open te stellen voor interplanetair contact. Is ook uitgebracht bij, Obelisk Boeken van Koen Vermeeren onder andere, die ook de boeken van Marcel uitbrengt. Dus dat is super interessant, tip om te lezen ook. Lieve vrienden, voordat we gaan beginnen, ik kijk erg uit naar deze podcast, maar voordat we gaan beginnen, jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen op jullie socials en met jullie vrienden als jullie hem tof hebben gevonden. Op www.jornluca.com, waar al mijn content verzameld staat, kun je ook een financiële bijdrage doen. Daar helpen jullie natuurlijk mij enorm mee als jullie het tof hebben gevonden, want daarmee kunnen we deze tours blijven doen. En eigenlijk alles wat wij maken, maken jullie daardoor mogelijk. Super dank voor het delen, super dank voor jullie steun. En we gaan onwijs gauw beginnen. Bart, dankjewel dat wij hier welkom mogen zijn in jouw mooie huis in België. Ja, fijn dat je wil komen en dat ik op deze fantastische podcast mag verschijnen. Leuk. Wij hebben net al, toen heb ik eigenlijk een beetje het gesprek afgekapt, want we zaten net in het voorgesprek, zaten we allemaal interessante onderwerpen al te bespreken, van tot of we naar de maan zijn geweest, of dat bestaat, en de rol van de naties en shit allemaal. Dus volgens mij gaan we onwijs veel interessante thema's vandaag aanraken. Ja. En je weet er heel erg veel over, want je hebt volgens mij onwijs lang, doe je hier al onderzoek naar, hè? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk levenslang al, want ik heb zelf close encounters gehad als ik kind was. Twee belangrijke toch, ik wil er zelfs wel iets over zeggen. En dat heeft me niet losgelaten. En ik kreeg al maar te horen, je hebt gedroomd en je hebt dit en dat en je fantaseert. En ik zei nee, ik ben niet akkoord. Ik wil daar verder in gaan, ik ga onderzoek doen. Dus dat was eigenlijk al als een 8-jarig kindje dat ik aan het zoeken was. Ik ging naar bibliotheken toen internet bestond nog niet. En je vond er bitter weinig over dingen, vreemde dingen die in het luchtruim zichtbaar zijn of die je vaststelt. En dan ben ik zo uitgekomen op, dat was rond 2010 ongeveer, om een onderzoeksteam op te richten.
die naar Engeland ging om graancirkels te onderzoeken, onder andere. En er ook Skywatch-procedures te lanceren. Mm. De officiële term is CE5. Dat is Close Encounter of the Fifth Kind, waar je dus eigenlijk contact uitlokt met iets. Dat is in Amerika eigenlijk gelanceerd door Stephen Greer. Mm. Iedereen zal die man wel kennen. Maar wij weten, daar ga ik even over praten, dat het eigenlijk van het militair-industrieel complex afkomstig is. Dus die procedure. Dat is niet van hem, heeft het niet uitgevonden. Maar heeft het wel in de mainstream kunnen brengen. Dus dat is wel heel belangrijk. Mm. Ik dacht de National Press Club, waar hij iets van 70 getuigen van de luchtmacht en zo aan het woord heeft laten gaan voor het congres. En ja, dat is toch wel een belangrijke stap geweest, dat mensen dat konden zien van het congres. En daardoor zitten we nu eigenlijk in congressional hearings op dit moment in Amerika. Hmm. Wat vind je van zijn werk eigenlijk, van Stephen Greer? Ik vind het fantastisch. Ja, Stephen Greer lanceert heel veel. Die man is right on the money, like we zeggen. Dus die heeft gezegd, ja, we gaan dan nu echt wel even gaan opengooien, het potje. Maar hij kreeg niet alle steun van de officiële kanalen. En dat is ook, ja, je moet ook een beetje verstaan achter de schermen. Die mensen hebben 70 jaar lang als geheim moeten houden. En nu komt het naar buiten. En dat willen ze ook. Ze willen dus eigenlijk het standaardiseren. Dus als piloten, radartechnici, vluchtleiders, noem maar op. Als die mensen en militairen, als die iets zien. Vroeger werd dat geheim gehouden. Dat was een bogey, zei ze. Ik heb een bogey gezien. Wil je hem melden, zei ze, de radartechnici. Oh nee, liever niet. Dat is carrière, zelfmoord, dit en dat. Nu is het omgekeerd. Nu is een procedure gestart vanuit de congressional hearings naar Defensie, DOD in Amerika, die eigenlijk de piloten en de militairen de opdracht heeft om het te gaan melden. Hmm. En het laatste departement is ARO. Dus we zitten al van 2017 met nieuwe departementen die elkaar razendsnel opvolgen. En daar zitten senators achter. De eerste was Harry Reid in Amerika. En nu zitten we met Kirsten Gillibrand en Marco Rubio die dit verder lanceren. En dus eigenlijk zeg jij dat eerst als piloten of militairen, of weet ik het wat, als die iets tegenkwamen wat abnormaal was, zeg maar. Want ja, je weet natuurlijk ook niet precies wat je tegenkomt. Maar dan wordt het dus, werd gevraagd of je dan een melding van wil maken. Maar dat deed je dan niet omdat je bang was dat je niet meer serieus genomen zou worden? Of hoe moet ik dat precies voor me zien? Of zaten er echt consequenties aan het melden? Er zaten consequenties aan. Bijvoorbeeld heel veel astronauten, want dat is, veel mensen weten dat niet, maar de astronauten, dat is een onderdeel van het militair-industrieel complex ook. Dus er zijn ongeveer iets van 70, wereldwijd 70 space agencies. En we vertrekken natuurlijk van Amerika en NASA en zo verder. Omdat Amerika heeft het grootste huiswerk gemaakt rond het UFO-dossier. En dat ga ik ze even uitleggen. Dus er is heel veel held in 70 jaar cover-up, is er achter de schermen heel veel geld in gestoken om onderzoek te gaan doen. Dat wordt nu allemaal vrijgegeven. Hè. Nu weten we ongeveer dat er aan 60 miljoen per jaar aan SEPs wordt uitgegeven. En wat zijn dat SEPs? Special Access Programs. En van die 60 miljoen gaat er 22 miljoen naar het UAP-dossier. Dat is het UFO-dossier. UFO is de oude term. Dat is de Unidentified Flying Object. Mm-hmm. Die in de jaren 50 gelanceerd is door de United States Air Force. En dat was eigenlijk om de UFO-koers een beetje naar beneden te halen toen. Ze wouden daar eigenlijk geen open kaart in spelen. Nu is het UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Dat is een term van het MOD van Engeland, waar Nick Pope te werk gesteld was. Die heeft het voorwoord van mijn boek geschreven. Daar ga ik zelf iets over vertellen. Dus MOD had die term in het dossier staan, Unidentified Aerial Phenomena, omdat zij wouden dat er heel veel onder die term kon vallen. Mm. Niet alleen buitenaards, maar ook andere dingen. Als er iets zichtbaar is in het luchtruim dat ze niet kennen of niet weten waar de technologie vandaan komt, is het een UAP. En dat is naar Amerika gegaan. Ze hebben dat nu gelanceerd als de officiële term wereldwijd. Mm. En dat was eerst dus UFO? In de jaren 50, tot nu eigenlijk kort, 2017. Mm. Dus als wij nu in het netwerk praten, als ik met de ex-officials praat, waar ik connectie mee heb van de United States Air Force vooral, dan kan ik UFO niet gebruiken. Dat wordt niet meer gedaan. Dus het is allemaal UAP geworden. Mm.
Ja, dat is een soort fossiel geworden, Hugo. Ja, bestaat niet meer. Maar jij zegt dat ze destijds die term hebben gelanceerd eigenlijk juist om voor afleiding te zorgen? Of ja, hoe kan... ja, dus er is eigenlijk heel veel gebeurd in 70 jaar. En ook bijvoorbeeld Nick Pope, die bij het ministerie van Defensie het UFO-dossier deed, die heeft eigenlijk ook moeten in opdracht mensen, laten we zeggen, in de pers naar beneden halen die dingen zagen. Ze moesten een cover-verhaal creëren en zo heeft hij daar, later heeft hij daar, zich daarvoor geëxcuseerd. Dat is een pijnpunt geweest, maar dat was deel van de opdracht, omdat ze mensen weg wilden hebben van het UFO-dossier. En dat heeft met heel veel zaken te maken. Hè. Bijvoorbeeld, nu merken we wat erachter zit. Bijvoorbeeld, de economie gaat een stuk moeten imploderen doordat het UAP-dossier boven water komt. Dat heeft te maken met anti-zwaartekracht. Dus de tuigen, buitenaardse tuigen, werken op anti-zwaartekracht. Mm-hmm. Nu, als wij dat gaan gebruiken in onze economie, dan hebben we een probleem met de oligarchie. Die al die geopolitieke spanningen creëert. Hè. Olie, kolen, gas, al die zaken. Dat moet eruit. Maar ja, het UFO-dossier, het antwoord zit erin. Hoe we het moeten implementeren in onze economie. Maar niet iedereen wil dit. Er zijn heel veel belanghebbenden die zeggen, nee, ga ermee weg, we doen het niet. Of ze kopen dingen op, uitvindingen die daarop gebaseerd zijn, om in een kluis te stoppen en ze doen lekker verder met een oligarchie. Dus dat is een van de problemen. Daardoor is er een cover op geweest ook. Dat is een van de problemen. Hoe zou moet de economie imploderen dan? Wel, het moet veranderen. Hè? Van onze energie die we nu gebruiken, moet een omwenteling meemaken. Ja. Ja, dat is Agenda 2030 en daar zijn ze opnieuw op ontzetten met die fake groene stroom en weet ik het wat allemaal. Wel, we zitten nu vandaag in deze podcast, gebruiken we elektriciteit. Ja. Oké, maar dat komt, we moeten dat betalen, dit en dat. Dat is Hans traject die daarachter zit, ja. Hans structuur. Dat gaat verdwijnen op termijn. En dat komt door het UAP-dossier. Als dit in de mainstream verder komt, en als de conventionele wetenschap daar onderzoek meer kan naar gaan doen openlijk, dan gaat dit gewoon komen. We gaan dat gebruiken. We hebben dat nu nodig. Niet gisteren, niet morgen. Nu willen we dat al. Dus dat is een van de redenen waarom dat het naar buiten gebracht ook wordt. Maar dat heeft consequenties op dit moment. Mm-hmm. Dus er is een, laten we zeggen, er is toch een soort strijd rond. Mm-hmm. Dan hebben we ook nog de energie zelf. De vrije energie die gaat gebruiken. Dus we hebben anti-zwaartekrachttechnologie. Dus dat wil zeggen dat we met drones meer gaan werken die zich kunnen afduwen van de aarde. Onze voertuigen gaan ook op anti-zwaartekracht gaan werken. Het is echt Back to the Future, hè, de film. Maar de vrije energie, als dat nog eens erbij komt, dan betalen we niks meer aan de energiemaatschappijen. Mm-hmm. Dus daar zit ook een strijd op. Van, dat is trouwens waarom dat Tesla zijn project in de tijd stopgezet is. Er was gewoon geen meter die kon aantonen hoeveel je verbruikte. Het was gratis uit de lucht te pakken, de energie. Ja. En dat gebruiken UFO's ook, die energie. Ja. En dat heeft te maken met de Earth Grid, waar ze rondvliegen en ze wekken het op en ze manifesteren het. Ja. Je hebt toch ook dat hele verhaal van de Rockefellers, waar Nikola Tesla iets voor gebouwd zou hebben. Het is eigenlijk niet de Rockefellers. Ah. Het is J.P. Morgan. Oh, het is J.P. Morgan, tuurlijk. Ja, excuus. Ja, het ligt dicht bij elkaar, maar inderdaad. Ja. En dat J.P. Morgan inderdaad zei van, ja, maar hoes eventjes. Hier ga ik geen geld aan kunnen verdienen op deze manier. Dus dit komt alles wat wij doen in de weg, zeg maar. Ja, dat is een probleem geweest, omdat die machtsstructuur is gebouwd op een netwerk waar er, laten we zeggen, een soort piramidale structuur, waar er van boven een belanghebbende is. Mm. En het UAP-dossier draait het om. Dat is het probleem. Mm-hmm. Daardoor hebben ze dat willen wegduwen lang. En ook omdat ze niet weten wat het is. Op veel punten, zeker de militairen. Want militaire structuur, als je daar iets van kent, die zijn heel paranoia. Hè? Dat is normaal voor hen. Die gaan veiligheid, national security uitbouwen. Dus als er iets in het luchtruim vliegt, en dat wordt via radar vastgesteld, via een ooggetuige, piloot of zo, dan is dat een probleem. Er vliegt iets dat ze niet kennen, die een hoek maakt van 90 graden aan 20.000 km per uur. Dat kunnen wij niet. Dus dat wordt vastgesteld van, dit is iets onwerkelijks voor onze fysica op dit moment.
We begrijpen het gewoon niet. Dus dat is ook een reden waarom dat ze het tegengehouden hebben. Van, ja, zie je maar een president die naar voren komt, die zegt... Ja, de UFO's bestaan. Pak nu de jaren 70 of zo. Mm. Maar we weten niet wat het is. Of wat ze hier komen doen. Of hoe de technologie werkt. Dus dat kan je inbeelden dat dat moeilijk is voor die officials om dat te doen. Ze hebben daar geen baat bij. Nee. Dus liever over zwijgen, liever in de doofpot gaan steken. Ja. En achter de schermen kijken wat het eventueel opbrengt. Natuurlijk, een ander deel aan dat verhaal is de wapenwetloop. Hè. De wapenindustrie heeft natuurlijk, dat is met president Nixon geweest in Amerika, die heeft eigenlijk het UFO-dossier losgekoppeld van de regering, succesvol. En toen zat hij nog in het kabinet van Eisenhower. Dus Eisenhower was toen president. Hij heeft dat kunnen loskoppelen. En zijn bedoeling was om dat eigenlijk te gaan gebruiken als hij president werd. Om het te openbaren. Maar hij heeft het bij het militair-industrieel complex gestopt op dat moment. En zij hebben het gebruikt voor de wapenwetloop. De wapenindustrie. Ze hebben dus materialen gereversed engineered of reversed engineering toegepast. Om eigenlijk te zien wat kunnen wij daarmee doen in onze wapenindustrie. Mm. En zo is dat eigenlijk decennia lang voortgegaan. Mm. En de Russen deden dat ook en de Chinezen deden dat ook. Mm. En is het ook niet zo dat... dit is ook iets wat ik dan vaak hoor, is dat zij inderdaad juist al die technologie die zij, die de regeringen en zo... waar zij achterkomen omdat zij zich bezighouden met dit soort dossiers, dat zij die... bijvoorbeeld het internet of van die andere grote uitvindingen, dat het eigenlijk buitenaardse uitvindingen zijn, alleen gecontroleerd door de overheden, die dat eigenlijk al weten en dus mondjesmaat bij ons in hun belang implementeren eigenlijk. Ja, absoluut. Dus er is de reverse engineering eigenlijk, het ontleden van buitenaards materiaal naar voordeel van iets, heeft heel wat opgeleverd. Hè? Dus we hebben de ARV's, Alien Reproduction Vehicles. En dit is een heel belangrijk thema in de false flag die gaat komen. Hmm. Dus ze hebben eigenlijk tuigen die operationeel werken op de technologie van de buitenaardse. Maar ze hebben het niet compleet meester, het plaatje, de technische kant. Maar ze weten al veel. Anti-zwaartekracht, ze weten niet wat het is, maar ze weten wel hoe het kan gebruikt worden. Hmm. Ze kunnen dus effectief iets laten vliegen op anti-zwaartekracht. En dat kan dus gebruikt worden om... Ja, een false alien invasion toe te passen of zo. En ik ben vrij zeker, als ik het netwerk hoor en de ex-functionarissen, want dat is een UAP-netwerk waar we samen mee werken, wereldwijd eigenlijk, dan hoor je wel dat dit er gaat komen. Dus die kaart zal gespeeld worden. Onder de naam Project Bluebeam, toch? Project Bluebeam is eigenlijk een onderdeel van de false flag. Oh. Ik zal even de false flag uitleggen. Ja, graag. Ja, de false flag is begonnen in de jaren 80, onder president Reagan. En Amerika heeft eigenlijk het grootste, ik had het net gezegd, het meeste huiswerk gedaan rond het UFO-dossier. Ze hebben het meeste geld geïnvesteerd. Daarom zijn zij eigenlijk de baas. Zij kunnen beslissen wat ermee gedaan wordt. Ze weten er het meest over. En in de jaren 80 heeft Reagan de SDI gepromoot. En dat is de Strategic Defense Initiative. Beter gekend als Star Wars Project. Wat is dit? Ze hebben eigenlijk geld van de belastingbetaler kunnen onttrekken om te zeggen, wij gaan een soort platform in de ruimte bouwen, een afweerplatform met raketten, die eigenlijk de Russen kunnen tegenhouden, want die hebben killer satellites, noemen ze die. Killer satellites, die van alles kunnen doen, met lasers en zo. Die waren in volle ontwikkeling, zogezegd. Maar er is eigenlijk nooit iets neergeknald vanuit die platformen. Van de Russen. Dat was niet de bedoeling daarvan. De bedoeling was om de ruimtewapenwetloop te laten starten. Dat is het begin van de false flag. Okay. Dus dat is dan verder uitgelopen naar de tweede fase, 9-11. En ik ga Koen Vermeer zijn boek daarin aanraden. 9-11 heeft dat enorm bestudeerd als lucht- en ruimtevaarttechnieker. Mm. Dus die weet daar wel wat meer over. Maar dus het is vrij duidelijk dat er daar van alles niet aan klopt. Hè. Er stortte zelf een gebouw neer terwijl ze het nog aan het aankondigen. Ze waren het al aan het aankondigen op de televisie. En het stond er nog. Mm. En dan stortte het neer achter hun en zo. Dus het is vrij duidelijk dat er daar iets niet aan klopt. Mm.
En alle mensen die natuurlijk van lucht- en ruimtevaarttechniek iets afweten, zien het wel met gesloten ogen, denk ik. Mm. Maar het heeft toch wel een impact gehad in de wereld om de War on Terrorism te lanceren. Ja. Dat is de tweede stap in de false flag. Ze werken eigenlijk constant met angst. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk de vermogens, like JP Morgan, die families die daar met heel veel geld via angst eigenlijk iets willen gaan teweegbrengen op het einde. Hè? Daar zullen we eens even over praten. Nu, de 9-11, wat we de War on Terrorism, en ik zeg altijd, in de COVID-periode, waar waren de terroristen? Ja. Ze zijn gewoon verdwenen, plot. Thuis dus met een mondkapje. Ja. Het is zo duidelijk dat het doorgestoken kaart is. En dus we hebben dan ook nog de derde wereldlanden die ze aan het opbouwen zijn om ook alarmerende incidenten te gaan geven. Terug die angst naar de westerse wereld van die... Er zijn daar groeiprocessen aan de hang met wapens en zo en signalen. De Holvoorlog was ook zo een duidelijk punt daarin. Er zijn er nooit wapens gevonden, nucleaire wapens of zo. Ik weet niet, Amerika stond te schreeuwen. Bush van, ja, we gaan het er allemaal gaan inpalmen en de wapens gaan uithalen. Er is niks gevonden. Nee. Dus er zit weer iets anders achter. En de Holvoorlog was eigenlijk nodig voor hen om aan te tonen dat ze via ruimteplatformen, de SDI, als ze daar meer investeringen in zouden kunnen doen, dat ze de Scuds beter zouden kunnen neerhalen. Dat is een van de redenen. Mm. Dus we moeten eigenlijk onze ogen altijd op de ruimte richten in die false flag. Wat is er aan de hand? Hè? Want er is nu toch ongeveer 400 miljard aan space industry daarboven. En de mensen hier slapen nog, die zitten nog weg van de ruimte te denken. Ik vind het bijna niet kunnen. Dat niet in het bewustzijn komt. Nee. We hebben dus, Trump heeft de United States Space Force gelanceerd. Die was er natuurlijk al, maar die heeft het bekend gemaakt. Dus dat wil zeggen, er is een zesde branch van het Pentagon die daarboven opereert in de ruimte. En als je dan het plaatje 400 miljard space industry ernaast legt en de controle van de USSF, United States Space Force, dan weet je genoeg. Ze zijn nu wetten aan het maken wat ze daar gaan doen boven. Wie, wat is van wie en zo? En met wat gaan we daarmee doen? En ondertussen zitten we daar met een wapenwetloop. Ze kunnen daar met straling werken op de aarde. Dus dat is toch bezorgwekkend, wat ze allemaal vanuit de ruimte naar beneden kunnen gaan doen. Ik heb onlangs een bericht gekregen van iemand van het netwerk, dus een van de ex-officials, dat ze gewoon op centimeter iets eruit kunnen halen op aarde. Ze kunnen hier dus gewoon dit glas wegzappen. Ik weet niet goed, ze kunnen ook op jouw lichaam dus werken, met andere woorden, en zo verder en zo verder. Dus dat is, ja, ik zou niet zeggen angstwekkend, dat moeten we nu ook niet denken, maar we moeten dat wel in de gaten houden, wat er allemaal gebeurt. Maar weet je wat ik, als ik dat allemaal zo hoor, hè, wat ook gewoon wel, waarom ik ook wel denk dat heel veel mensen ook al zoiets hebben op een gegeven moment van, ja, weet ik veel, is er zijn zoveel verschillende verhalen over, en er zijn zoveel verhalen ook, zeg maar, vanuit de regering en zo gelekt, maar ja, je weet niet wat je daarvan kan vertrouwen, weet je, want die laten ook vet vaak dingen lekken die gewoon bullshit zijn. Dus in hoeverre word je daar niet op het verkeerde been gezet, weet je wel? Ja. En dan heb je ook nog eens erbij, wat natuurlijk heel interessant is dat mensen zeggen van, yo, het zal wel, maar space bestaat niet eens. En we zijn nog nooit op de maan geweest en de aarde is plat en je kan niet buiten zo'n dome uitkomen, zeg maar. Ja. Dus je hebt zoveel verschillende... Ja, en iedereen stelt met dezelfde zekerheid dat hetgeen wat hij zegt klopt, zeg maar. Ja, wel, ik zal eerst even naar die regeringen gaan. Wat je daar aankaart, de regeringen, dat is echt... dat is een ramp geworden, hè. Ik denk bij jullie vorm van democratie, met Hedion Vermeijer en zo, die mensen die daar toch fantastisch werk leveren. De regering moet eigenlijk gecontroleerd worden door politiekers. Maar dat wordt eigenlijk niet gedaan, omdat als je in de politiek stapt, moet je eigenlijk al corrupt zijn. Dat is het systeem. Ja. Daarvoor dient het ook. Dus dat systeem is eigenlijk constant mensen aan het bedotten eigenlijk. Die zeggen dingen, die beweren dingen. Ze gaan via media gaan werken, ze gaan via andere kanalen gaan werken. En het wordt allemaal maar binnengenomen door de bevolking. Dus dat is niet hoe het moet. We moeten eigenlijk werken naar een soort systeem. En ik noem het altijd teruggaan naar het heidendom. Ik zal dat eens even uitleggen. Want daar gaat ons volgend project, het volgende boek ook over. We kunnen echt wel die dingen gaan counteren. Door eigenlijk niet alles als zoete koek binnen te pakken wat die regeringen beslissen of zeggen. We moeten er echt wel individueel over gaan nadenken. En ons stem blijven laten horen. We kunnen niet zomaar
daarin meegaan. En ze hebben natuurlijk vrij spel gehad heel lang, de regering. Want dat was vroeger die piramidale structuur van die vermogens. En dan de koningshuizen, regeringen en dan de bankiers en zo en de oligarchen. En al die zaken werken op hoog niveau samen om de bevolking, de massa, eigenlijk blind te houden. Mm. Ik kan het niet anders zeggen. Mm. En we krijgen af en toe wel iets toegegooid van... ja, jullie hebben nu bijvoorbeeld GPS in de auto. Maar GPS bestond al 70 jaar. Zie je? Dus dat is gewoon gekke werk. De mens gaat niet snel genoeg vooruit erdoor. Mm-hmm. En dan weten vanuit dossiers dat de buitenaardsen daarop ook wachten. Van jullie moeten heel veel snelheid gaan maken nu. En niet die regering die dan beslist om die dingen te gaan stilhouden. En voor eigen tijdelijke winst van ons weg te houden. Mm-hmm. Moet rekenen, het militair complex is, wat zij hebben, is 70 jaar op ons, voor op ons. Altijd. En die kloof moet dichter komen. We moeten dat, eigenlijk 5 jaar zou het dan moeten zijn of zo. Mm. Snap je? Daarvoor ben ik ook aan het werken om dat te doen. Om mensen gewoon bewust te maken daarin van die regeringen. Ja, we hebben ze nog nodig of niet nodig, dat is een andere vraag. Maar ik geloof er nul van, hè. Zero, gewoon, wat die daaruit kramen. Nee. En we zien toch ook met Biden nu in Amerika. Die man zit heavy in de wapenindustrie. Trump heeft geen enkele oorlog uitgelokt. Nee. En nu zijn er weer overal conflicten. Ja. Zie je? Dus dat is een spel voor belanghebbenden. En de massa wordt een plaatje gegeven van... Ja, er is een conflict daarin, angst. Dus we moeten ingrijpen. Of we moeten dit en dat gaan doen. Mm. Maar goed, dat bekrachtigt alleen maar mijn punt van... als je niks meer kan geloven wat er uit die hoek komt... Ja. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om te geloven op het moment dat iemand zou zeggen... ja, ik lek dit nu vanuit die overheid. Snap je? Want ja, als je niks meer kan geloven wat uit die hoek komt... dan zou dat ook, wat die persoon zegt, ook onzin kunnen zijn. Of dat zou ook een soort van zaadje kunnen zijn waar wij daarmee aan de haal gaan... waardoor we of compleet de verkeerde kant op lopen... of maar zo'n klein ding is ten opzichte van alles wat er is, zeg maar... Dus ik begrijp wel, dat was waarom ik hierop kwam. Dat jij zei, maar ik snap niet dat niet meer mensen dit allemaal zien. Ja, het is gewoon heel warrig. En iedereen beweert iets met een enorme stelligheid zonder dat je eigenlijk... Ja. Ja, het internet, veel mensen zeggen mij... het internet is de doorslag geweest naar onze vrijheid... en naar los van die instanties en zo. Het is eigenlijk een beetje omgekeerd. Het internet is goed natuurlijk, maar er is zoveel rommel op... Die mensen zo verward en die instanties vinden dat net leuk. Mm. Die pushen dat ook. Die gaan mensen highlighten die onzin uitkramen zo op internet. En die worden dan met heel veel geld gesteund om dingen te kunnen doen. Mm. Dus daar moet over nagedacht worden. Ja. Dus het individueel denken moet eigenlijk in school al aangeleerd worden. Het individueel denken en beslissingen nemen individueel. Mm. Die eigenlijk, laat ons zeggen... De kerk vroeger. Hè. Het is eigenlijk het Vaticaan. Je weet, voordat het Vaticaan natuurlijk was het gewoon een machtsimperium, de kerk. En die hebben eigenlijk, in Europa eigenlijk altijd opgeschoven naar boven, het heidendom uitgeroeid, stilletjes aan. Ook heksenvervolging en zo. Dat heeft allemaal een reden, waarom. En dat komt in onze tweede project aan bod. Ze hebben eigenlijk een heel slim systeem gedaan. Ze hebben met de Franken toen, hebben ze een pact gesloten... De Franken veroverden gebieden, hè, boven de Rijn, zo verder en zo verder. En die braken de mensen eigenlijk fysisch. Ja, je werd veroverd. Maar dan kwam de kerk erna en op een heidens punt, waar een hunnebed stond of iets, dat gingen ze wegdoen. Ze gingen daar een kerk op gaan zetten en ze braken jou geestelijk. Ze vernielden gewoon jouw gemoedsrust en jouw geestelijke spiritualiteit. Dus die in combinatie met wat de Franken fysisch deden, dat heeft gewerkt. En daarom hebben ook de Vikings die geretaleerd hebben op een bepaald moment, die teruggevochten hebben. Iedereen zegt, ja, woestelingen die naar beneden kwamen, alles kapot maken. Nee, die wisten, die kerk gaat blijven opschuiven. En ze vernielen ons individueel denken, onze vrijheden. Ze vervolgen onze vrouwen, omdat ze zeggen, het zijn heksen. Maar die waren met kruiden bezig, die wisten wat gezondheid was. En al die zaken. En de kerk is een heel mannelijke structuur die alleen maar die piramide wil. Mm. Macht. Vanuit angst. Vanuit angst, ze creëerden overal angst. En jullie geloven in demonen en zo en verder. Het is alleen maar ons geloof. En ze bezetten het gewoon door al die heilige plaatsen in te palmen. En de heksen te vervolgen. De,
In de Noorse cultuur noemen we dat de vulva. Hè? De heks eigenlijk, de priesteres. Dus die zaken moeten allemaal gaan terugkomen. Dat we eigenlijk individueel dat terugschroeven van... wij willen terug onze eigen eigenheid, onze vrijheid hebben. We gaan niet met instanties constant verder en in regeringen gaan denken. Dit werkt gewoon niet, dat hebben we toch gezien al in al die tijd. Het is gewoon een complot iedere keer die daarachter zit. En ja, er zijn mensen die zeggen, ja, complotten bestaan niet of complotten bestaan wel. Dat wil ik er nu even niet in gooien, maar... Als je toch enigszins jouw verstand gebruikt, dan zie je dat machthebbenden toch altijd aan zichzelf gaan denken en structuren opbouwen om zichzelf te verbeteren. Ja, dus dat is per definitie al een complot. Precies. En het UAP-dossier toont het heel goed aan dat we 70 jaar lang in een complot gezeten hebben daarmee. Dus dat weten we nu. Dat is naar buiten gekomen in 2017. Ze hebben zich geëxcuseerd. Militair complex van, ja, we hebben het voor die reden geheim gehouden. Mm-hmm. Geheim gehouden is een complot. Ja. Oké, dus ja. Dus nu moeten wij verder en moeten we ook inzien wat in die 70 jaar, dat we de mensen ook moeten geloven die over UFO's praten en daarmee meer serieus gaan nemen. Mm-hmm. En daar misschien naartoe gaan en een interview doen. Maar ze werden belachelijk gemaakt, die mensen allemaal. Ja, want eigenlijk hebben ze, wat ze hebben gedaan in 2017, is dat zij naar buiten hebben gebracht van, jongens, oké, we kunnen er niet meer onderuit. Ik doe het even mijn eigen woorden nu. En het is inderdaad waar, of in ieder geval een deel is waar. Wij hebben in ieder geval dingen achtergehouden. Ja. Ik ga het even uitleggen. Dus ze hebben eigenlijk toegegeven, het Pentagon heeft toegegeven, dat ze $22 miljoen gebruikten om contracten uit te schrijven om UFO's te onderzoeken en te ontleden. Dus dat komt van de belastingbetaler. Hè? Mm. En dat zat in de SAPS, de Special Access Programs. Mm. Oké. Okay? Nu, het Pentagon, zijn divisie die dat deed, was toen AUSAP. En AUSAP, dat een leidinggevende, Luis Elizondo, en die is daaruit gestapt. En die zei, ik wil dat vrij in de mainstream gaan brengen. En die is met mensen beginnen praten, onder andere ook met Stephen Greer, en vrije onderzoekers. Want Stephen Greer komt eigenlijk van de Rockefeller Initiative. Dat weten ook veel mensen niet. Die heeft er samen met Linda Moulton-Howe en zo hebben zij daar een financiering gehad in de jaren 90 om UFO's te onderzoeken. Dat was dus eigenlijk los van het militair-industrieel complex. Maar dat is naar president, even denken wie dat geweest is. Ja, ik ben het nu even kwijt, zal zelfs wel opkomen. Dus Stephen Greer is betaald door de Rockefellers om onderzoek te doen? Toen wel, ja. En dat Hillary Clinton zat trouwens ook, de Clintons zaten er heavy in. Het is er trouwens president Clinton, nu kom ik erop, ja. Dus die mensen hebben dat eigenlijk op poten gezet, want dat was Lawrence Rockefeller was de man die dat gedaan heeft. Die wou dat dossier verder gaan duwen. Natuurlijk, zijn familie met dat vermogen wou dat niet. Dus er was een conflict in die familie, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft die onderzoekers aangetrokken om dat te doen. Maar dat project is een stille dood gestorven onder de Clinton-administratie. Ze durfden het gewoon niet doen. Daar komt het op neer. En Stephen Greer is eruit gegroeid, Linda Moulton-Howe is eruit gegroeid en ze hebben allemaal zelf hun werk verder gezet daarna. Hmm. En zo komen we eigenlijk op het punt dat ze naast de military branch dat hebben kunnen naar buiten brengen in de mainstream. Hmm. Maar ondertussen waren ze intern ook bezig, de military. En dat is AUSAP en dan later ATIP. Hmm. En Luis Elizondo, dus de chef eigenlijk van AUSAP en ATIP, die is eruit gestapt. En die heeft dan met die mensen juist gaan werken. Ook Tom DeLonge, een ex-muzikant en zo, die dat verder naar buiten bracht. Maar uiteindelijk heeft het Pentagon toegegeven, ja, het klopt. We hebben zoveel geld, $22 miljoen, daarvoor gebruikt. En die contracten gingen naar Robert Bigelow. Dat is een heel rijk industrieel eigenlijk. En die geeft openlijk toe dat buitenaardse bestaan. Die heeft dat gewoon toe. En wij spenderen daar miljoenen aan, zegt hij. En dan hebben we het volledige verhaal van de Skinwalker Ranch en waar ze daar op een paranormale plaats, waar er paranormale activiteit op een plaats in Texas, dacht ik, hebben ze daar als de boel afgezet en hebben ze daar jarenlang onderzoek gedaan en zo, met dat geld. Hmm. En is er ook uitgekomen wat daar uitgekomen is? Nee, omdat Robert Bigelow heeft eigenlijk, die zit trouwens ook in de ruimteindustrie, samen met Luc Bezos en zo en SpaceX. En die man heeft het geheim gehouden, dat onderzoek.
Dus dat weet ik, weet het ook nog niet. Ik ben ook aan het pushen, netwerk AI, kom aan, we moeten toch meer over te weten komen. Maar ze hebben blijkbaar heel ruim gedacht. Ze hebben niet alleen UFO's bestudeerd. Er was er heel veel activiteit op die ranch. Want er zijn daar eigenlijk eigenaars gevlucht en zo ervoor. Dat was eigenlijk wel een bizarre plek. Mm. Maar er was ook, ze hebben daar ook bijvoorbeeld poltergeist-activiteit en zo onderzocht. En al die zaken. Dus, of dingen die hier staan en mogen ergens anders staan. Die getransporteerd zijn of geteleporteerd zijn plots. Dat niemand weet hoe het komt. Mm. Dus al dat onderzoek is blijkbaar niet vrijgegeven. Dat is natuurlijk een pijnpunt voor ons. Omdat het, ja, het is officieel wel betaald door het Pentagon. Maar blijkbaar heeft die man toch macht genoeg. Mm-hmm. Om het even bij zich te houden nog. Ja. Dus, ik vind als je... Ik zit er even nog na te denken, weet je wel. En ik denk dan na over... kijk, je zegt Stephen Greer. En die heeft dan door de Rockefellers is die betaald geweest. En dat hoeft allemaal niks te betekenen natuurlijk. Maar, en dit is waar ik het dan weer gelijk moeilijk vind. Want ik geloof ongetwijfeld dat we dat er van alles en nog wat meer speelt... dan dat we kunnen zien en dat er is. En... Daar ben ik helemaal game voor, weet je wel. Maar aan, ja, het is ook wel weer spannend ergens... als je dan hoort dat iemand gefinancierd is door de Rockefellers... en weer zo dicht bij de regering is gekomen en geweest... en dat die dan nu zo vrij uitspreekt over al die dingen... zou je ook haast wel iets achter kunnen denken. Ik ga hier een onderscheid maken voor jou. De regering en het militair-industrieel complex zijn twee verschillende dingen. Mm. We hebben gezien bijvoorbeeld in de COVID-periode... dat er in Australië... militair zich liet filmen en die zei, jongens, blijf allemaal rustig, ga gewoon naar huis, dat is het beste dat je kan doen en het gaat gewoon imploderen, dit spelletje hier. Dus militairen zijn niet altijd negatief, in die zin dat ze liegen of corrupt zijn. En trouwens, Trump heeft Draining the Swamp, hè, met zijn slogan, daar heeft hij het meest ook op gewerkt, op de intelligence en de military communities. Hè. Ja. Maar de regering is een ander pot nat. Daar zit het probleem. Daar zitten we met die corruptie en die vermogens die erachter zitten, die families, die mensen op posities brengen om de wereld in een bepaalde richting te brengen waar die false flag daar ook in zit en zo verder. Maar militair denken eigenlijk los daarvan. Dat is het. Natuurlijk, als een regering in oorlogssituatie komt, ja, dan kunnen ze wel de militairen inschakelen. En dat gebeurt dan ook wel. En dan is dan weer de andere dimensie daarvan. Dan kunnen ze eigenlijk, like de Golfoorlog, ja. Als je die beelden ziet van die Amerikaanse militairen, die jonge hastjes bijna, die daar, ja, aan Oosland toen zijn. Met geweertjes spelen en dit en dat. En eigenlijk mensen daar de boel gaan opblazen, waar er niks van bedreiging is en zo. Dan zie je weer de negatieve kant ervan ook, omdat ze gewoon ingezet worden. Mm. Maar op hoog niveau, het militair-industrieel complex, want er zit een industrie achter en zo. Dat is eigenlijk niet zo negatief. Die mensen... Valt DARPA daar ook onder? In zekere zin wel. Maar DARPA is eigenlijk een soort scanningsysteem. Hè. Die gaan onderzoek doen naar wat beweegt in het luchtruim en zo. En die gaan meldingen doen daarvoor. Ja, maar zowel de astronauten als DARPA en al die zaken hangen vast aan het Military Industrial Complex. Maar er is zoveel gelaagdheden daarin naar de regering toe. Ja, dus je kan soms één persoon hebben die ergens zit op een stoel. En dan, ja, als die net veel... Like John Podesta bijvoorbeeld, de raadsman van Obama en Clinton ook geweest. Ja, en heeft ook de campagne van Hillary Clinton gedaan. Die wou het UFO-dossier naar buiten brengen via die kanalen. En dat is min of meer gelukt, maar dan heeft Harry Reid, de senator, het overgepakt van hem. Maar die man was eigenlijk goed bezig vanuit de regering. Podesta? Ja. Want daar heb je natuurlijk ook wel behoorlijk wat verhalen van het tegenovergestelde, dat hij goed bezig was, ja. Als je naar de gelekte WikiLeaks-documenten kijkt. Wel, en dat is natuurlijk, dat is buiten mijn speelveld, dat weet ik natuurlijk niet. Wat zeggen we daar, die satanische dingen en zo allemaal, daar weet ik niet van. Dat komt ook nooit voor in het dossier trouwens. Nee. In de dingen die wij bestuderen. Maar ik zou zeggen, ja, we moeten het blijven bestuderen en blijven bekijken natuurlijk. Nou, en ik ben het wel met je eens hoor. Dit heb ik ook de laatste tijd, voel ik die ook heel erg. Ook niet alles is zwart-wit natuurlijk. Ja. En je hebt, je kan ook niet, dat is, ja, en ik heb hier zelf ook echt een tijd zo ingestaan van, oké, als dit dus gefinancierd is geweest door de Rockefellers, dan is het per definitie bullshit en dit en dat en dus en zo. Maar zo zwart-wit is de wereld ook gewoon niet. En soms heb je gewoon iets ertussen zitten dat mensen met de juiste intenties wel iets doen, afgezien van of het waar is of niet. Ja. Zoals Lawrence Rockefeller. Die man was een filantroop eigenlijk die in die familie niet paste. Die wouden hem niet. Hè. Dat was van, ja, die zit hier met ons geld de boel vrij te gooien. En dat willen we niet. Hmm. Want zij zijn deel van die geheime vermogens.
En dat noemen ze eigenlijk een nestbevuiler. Hè? Dat is iemand die uit het boekje praat. Hè? Ja. En die heeft dan toch een zwaar dossier gelanceerd naar Bill Clinton toe van de UAP's. Dus dat op zich is toch wonderbaarlijk eigenlijk in die tijd. We spreken van de jaren 90, hè? 1991 is dat gebeurd. En de Clintons hebben gewoon hun handen eraf getrokken van nee, we gaan dit niet doen, want we gaan naar Kennedy toe dan. En dan snap je al wat ze bedoelen. We gaan de kogel krijgen. We gaan gewoon eruit gehaald worden. Mm-hmm. Dus er is ook heel veel angst geweest, hè, rond die zaken. En in het begin, als ik begon te spreken over de UAP's of de UFO's, werd ik ook uitgelachen. Hè. Want ook mensen die zeiden, met wat ben jij nu in godsnaam bezig? Maar je ziet als je volhoudt en de juiste feiten gaat gaan opzoeken en dat serieus gaat gaan doen, dan komt er iets. En dan kan je het bewustzijn eigenlijk gaan triggeren bij mensen. En ik vind het gewoon geweldig dat dat nu in de wereld meer en meer gaat gaan spelen. Mm, want er komt wel steeds meer naar buiten, toch? Absoluut. Nu willen ze het, hè. Dus nu, de piloten moeten het melden nu, hè. Ze gaan dus het standaardiseren, het proces, om alles rond UAP's te melden. En dat is de eerste stap naar die ontwikkelingen van de industrie erachter, die dus de mensen gaat eigenlijk helpen. Mm-hmm. Anti-zwaartekracht, vrije energie. De religies ook, dat is een groot probleem. De religies willen dit niet. En omdat zij zijn een soort tussenstuk tussen onze spiritualiteit, onze beleving. Hè? Dus wij noemen dat het kosmisch veld eigenlijk. Dus het kosmisch veld is, het universum spreekt in frequentie. En daar afgeleid hebben we wiskunde en geometrie. Daar komen dan de graancirkels op te proppen. Maar eigenlijk werken we met frequentie altijd. En zo kan je de kosmische wetten implementeren in jouw leven, gebruiken. En als je verlicht bent, dan aligneer je die wetten aan jouw levensstijl. Dus de bekendste is de wet van aantrekking bijvoorbeeld. Je bedenkt iets en je trekt het aan en het komt. En zoals jouw werk bijvoorbeeld. Je bent ook begonnen van, ik ga mijn eerste podcast doen, maar kijk, nu heb je al in de 80. Zie je? Dus, maar als jij niet gelooft dat dat zou kunnen op dat moment, dan komt het niet. Nee. Je hebt gezegd, nee, ik ga het gewoon doen. Dat is de law of attraction. Mm-hmm. Okay? En zo komen we dan recht over elkaar te zitten. Zo gebeurt het. Nu, maar het kosmisch veld, daar is heel veel over geweten. Er is heel veel studie rond gedaan in het MIC. Hè? En daar komen dan de contactprocedures van de Skywatch en zo in voor. Want je kan met buitenaards geen contact maken met radiosignalen. Laten we dit uit de wereld halen. SETI, Silly Effort to Investigate noemen we dat. Met radio dingetjes. Kom aan, het heeft met bewustzijn te maken. Het heeft met frequentie te maken. Wij lanceren bijvoorbeeld in een Skywatch-procedure, gaan wij frequenties omzetten naar een soort, wiskunde eigenlijk, wiskunde omzetten naar frequentie en dan via een boombox uitzenden, via walkie-talkies dan nog eens, 17 kilometer de lucht in. En dan heb je kans dat er iets intelligent zegt, hey, dit is een wiskundig spoor hier, dat is de taal van de kosmos en we gaan ons even laten tonen, we gaan knippen. Zie je? En zo werkt het. En dat is al 70 jaar lang geweten door de militairen. Ze hebben het altijd gedaan. Ja, maar iedereen kan het. Iedereen kan het gewoon doen. Dus ja, dat is het mooie eraan. Dus zij weten eigenlijk al zo lang hoe je met hen communiceert. Ja. Ja. Trouwens, Stephen Greer heeft dat ook toegegeven. Hè? Greer heeft gezegd, ik heb de Rosetta-steen gevonden van het contact maken. En ze doen het al 70 jaar lang. Dus nu gaan we het wij zelf doen. Mm-hmm. Dus dat is heel mooi. Maar in het dossier staat er duidelijk dat de militairen die daarmee gemoeid zijn met dat contact maken, dat ze weten dat de buitenaardsen eigenlijk ons moeten erkennen. En dat heeft te maken met ons niveau van bewustzijn. Zolang wij niet op een bepaald bewustzijn komen, en dat heeft ook met ethisch denken te maken en zo in de wereld, en ook hoe we onze energie gebruiken, zolang dat we dat niet hebben, dan maken ze geen groter contact gewoon. Dat heeft geen zin voor hen. Dus we hebben een soort examensituatie. We moeten iets aantonen dat we interessant genoeg zijn naar hen toe om groter contact te maken. Dat concluderen we uit die dossiers. Denk je dat dat gaat gebeuren? Ja, absoluut. Ja, maar dat is niet voor morgen, hè? Nee, dat gaat zeker gebeuren, ja. En dat weten we omdat de buitenaardsheid met ons DNA rommelt. En heel lang geleden, ik spreek nu van duizenden jaren terug,
hebben ze met ons DNA gerommeld en ze zijn gemoeid met ons. Dus we zijn een deel eigenlijk een project van hun. Dus ze volgen dit op. Laten we het zo zeggen. Het wordt opgevolgd. Vandaar ook al die sightings. Maar een heel belangrijk aspect hierin is dat de militairen werken met nucleaire faciliteiten. Ja? En ik ga een voorbeeld geven, dat is nu niet militair, maar ik ga dit voorbeeld even er ook bij gooien. Tsjernobyl, ik dacht 1986 was het, in de Oekraïne, die ontploffing. Dus die reactor ontploft. En er waren de straling die ze aan het meten waren, was 3000 milliröntgen. Dat is levensgevaarlijk, hè? 3000. En plots zien de reactortechnici zien ze een UAP hangen boven de centrale. Het is bevestigd geweest om 4 uur 's nachts. Staat in files. Hè. Ze hebben dus een tuig gezien die neerkwam. En de meters gingen van 3000 milliröntgen naar 800. Plots. Dat zegt veel. Hè. Ze hebben het dus ingedijkt om niet gans Europa onleefbaar te maken. Dus daarin zie je de hand van de buitenaardse die wil helpen. Maar ze laten het ons wel voelen van jullie zijn niet goed bezig met deze lucifers hier. Dus ze gaan het niet volledig stopzetten. We moeten het leren. En dat maakt deel uit van dat examen volgens mij. Mm. Dat ze dus... op een bepaald moment moeten wij zeggen, nee, we gaan dat niet meer doen. We gaan onze energie op een andere manier gaan gebruiken. Of toch safer gaan werken met die dingen. En 70 jaar lang, nu kom ik op dit punt, hebben de militairen last gehad van buitenaardse die basissen eigenlijk van hen bezoeken. Of lastigvallen eigenlijk. Omdat er daar kernkoppen liggen. En daar zie je ook alweer het verhaal komen. He, waarom doen ze dat? Om duidelijk aan te tonen van, hier is iets gevaarlijk. En we houden het in de gaten, we observeren het. En ik ga een verhaal vertellen van, dat is in 1967 gebeurd, in Montana. En daar zat Robert Salas, en trouwens, ik dacht dat Koen Vermeer hem persoonlijk zelf gesproken heeft. Mm-hmm. En Robert Salas, dat was een missile launch officer. En die kerel zat in een onder de grond, dat is een kleine basis, hè, die raketbasis. En hij had 10 silo's met kernkoppen. En die zijn alle 10 uitgevallen. En er was UAP-activiteit op de basis. En als je iets van het militaire apparaat afweet, dan is het een gigantisch incident. Want je hebt 24 uur nodig om het terug op te starten. Dus de nationale veiligheid is breached op dat moment. Mm. Dus zo moeten die mensen waren gewoon in chaos. Hè? Dat is, en die man, Robert Salas, heeft dat niet zo gelaten. Dat is, die heeft gezegd aan zijn overste van, wat is dit? Die tuigen hier en onze raketten zijn hier uitgesteld. En dan zei ze, ja, laat het maar los. We weten niet wat het is. Maar we weten wel dat het bestaat, maar we weten niet wat het is. Hmm. Maar die heeft dat niet losgelaten. En die is na zijn pensioen beginnen verder praten. Onder andere met Stephen Greer. En met Koen. En zo verder en zo verder. Dus we hebben heel veel getuigenissen van zo'n mensen. Die nu... In Japan ook, toch? Of niet? Ja, overal. Ja. Overal. Rusland ook. Het Russisch dossier trouwens, alles van Rusland wordt tegengehouden in onze media. Maar wij hebben die achterpoortjes natuurlijk via de officials. En we kunnen zien dat daar het dossier heel zwaar doorweegt ook. Die willen ook disclosure. Die zijn er echt mee bezig trouwens. 2012 heeft Dimitri, zijn naam Medvedev, hoe noemt hij juist, de eerste minister toen, die sprak openlijk van, we weten van buitenaardse activiteit, heeft dat openlijk in het nieuws gegooid. Mm. Zo gezegd, de foutje, de camera stond nog aan. Maar ja. Zo, plots wordt de wereld ingedumpt. En achter de schermen kwamen we te weten dat Rusland had gezegd aan Amerika van, als jullie het niet doen, gaan wij het doen. Wij gaan het openbaren. Het is genoeg geweest. Dus het is echt wel wereldwijd aan het spelen. Ja. Hey, weet jij meer over die theorie die je net zei over dat wij ons DNA aangepast is door buitenaardsen? Want je laat hem zo even zo tussen neus en lippen door. Maar het is misschien wel leuk om die even wat verder uit te diepen. Ja, dus ons DNA is eigenlijk het geheugen van de mens. Niet het brein. Dat is vrij duidelijk. En het DNA, als je dat, we noemen dat genetic cooking. Als je dat volledig meester bent... Met DNA kan je dus leven, scheppen zoals je het zelf wil. En ik denk, Marcel Messing weet daar heel veel over, volgens mij. Je hebt al een paar gesprekken met hem gehad. Mm-hmm. Dat is meer zijn veld, die zaken. Maar het heeft met bewustwording ook te maken. Dus als je DNA in een bepaalde structuur gevormd wordt, heeft het ook de faciliteit om, te,
op te slaan en te verbeteren en jouw frequentieveld te vergroten, mm-hmm, op die zaak. Dus de, laten we zeggen, de buitenaardse, ik weet nu niet, de datum weet ik nu niet goed meer, maar we waren toen de Australopithecus afarensis nog, als primaat. En dat is eigenlijk een heel harig beest nog, dat is nog niet echt menselijk te noemen. En volgens het dossier is dat, zijn ze toen, hebben ze ingegrepen, hebben ze ons DNA aangepast om snelheid te creëren naar bewustzijn. Ze denken levensvorm, maar het is bewustzijn scheppen. En zo hebben we eigenlijk de laatste 100 jaar zoveel vooruitgang geboekt. En als we nu gewoon die spinnenkoppen die hier nog op de wereld zit, Vaticaan bijvoorbeeld, al die de boel tegenhouden en die oligarchen, als die er nog net uit zouden zijn, ja, dan is het snelheid van je welste. Dan is het vrt, topspeed, lightspeed naar galactisch bewustzijn, zouden we kunnen zeggen. En dan gaan we ook uit het... want dat is die observatie van de buitenaardse, dat vermoeden we toch sterk. Als we dat bereiken, een bepaald soort bewustzijn, gaan we uit het zonnestelsel mogen. Zij houden ons dus eigenlijk letterlijk tegen om dat te doen nu. Wij hebben nog veel te veel te leren. Wij moeten terug naar de aarde iedere keer. Onze school, onze kribben, om te ontwikkelen. En dat is ook de reden, want nu komen we op de vraag van de maan. Hè, die je zo graag dat was wil precies stellen. voordat we begonnen. En die moeten we leuk om die in te leiden. Ja. Want ik zei van ja, het is allemaal best, maar wij zijn niet op de maan geweest. Wel, ik weet dat het heel veel speelt in de communities, dit. Dus ik ga alleen maar zeggen wat ik weet van de dossiers en van de officials, de ex-officials waar ik mee werk. De beelden zijn allemaal fake van de maan. En dat kunnen we ook bewijzen. Want we zien, als we inzoomen nu, we kunnen dat met de computers nu doen, en met Photoshop en whatever, zien we dat er props liggen op de foto's met naam op van winkels. En trouwens ook astronauten die omvallen, dat je ziet dan ze aan een koord hangen. Dus het is zo duidelijk dat het fake is. Maar daar hebben ze van gemaakt dat we niet naar de maan zijn geweest. En dat is een brug te ver. Voor mij althans. Want al die dossiers van astronauten zijn moeilijk te weerleggen. Edgar Mitchell, de zesde man op de maan, die heeft trouwens een interview gehad. Hij is nu gestorven, maar heeft een interview gehad met iemand, een journalist, die bij hem thuis kwam. En die journalist zei, ja, ik wil veel dingen over jouw maanlanding vragen en zo. Maar dat was lekker smoes. Die is daar binnen gegaan en hij is beginnen vertellen dan, jullie zijn nooit op de maan geweest. En Edgar Mitchell heeft die letterlijk op het interview, je ziet het, is die beginnen lachen en heeft die hem buiten gekegeld bijna. En je moet je voorstellen, die mensen hebben zoveel werk geleverd, zoveel opleidingen gevolgd om dat te gaan doen en dat te verwezenlijken, om in de ruimte operatief te zijn. Mm. En dan krijg je zo iemand die dat beweert, die van eigenlijk de kennis er niet van heeft. Dus dat moeten we ook in rekenschap brengen, denk ik. En ja, als je zegt, we zijn niet op de maan geweest, ja, toch een beetje meer onderzoek doen, denk ik, naar de mensen die dat beweren. Van, is het wel zo? Hebben we alle angles wel gezien hierin? Maar waarom ligt NASA dan over met die beelden en zo? Wel, dat is eigenlijk vrij simpel. Hè? Als je als natie, dus dat was de Koude Oorlog, Kennedy heeft dat gelanceerd. Hè? En ze wisten eigenlijk nog van niks. Als die dat zei, de technologie was er niet eens. Dus dat was een immens risico. Ze wilden op de Russen initiatief hebben, zouden winnen in de space race. Want de Russen waren aan het winnen met Sputnik, die gelanceerd was en zo verder. En Yuri Gagarin, die in de ruimte als eerste man was, die trouwens ook niet de eerste man in de ruimte was, maar goed, het officieel verhaal is wel de eerste man, maar het was wel een Rus. Dus ze hebben heel snel moeten gaan om eigenlijk iets groter te kunnen doen. En Kennedy had afgeroepen, we gaan naar de maan. Maar er was nog niks, je moest alles nog gaan opbouwen en zo. En Wernher von Braun werd ingeschakeld met de Apollo missions en zo. Die kwamen van Nazi-Duitsland, die rakettenlogen, die zijn in Operation Paperclip meegenomen. Die waren dat verder aan het ontwikkelen. En wij weten bijvoorbeeld nu op de maan, de Apollo missions, en dat is leuk voor de kijkers thuis, maar veel mensen weten dat niet, die zijn er nog altijd, ook op aarde. Dus er wordt nog geld in gestoken om contact te maken met de maan, op afstand ook met lasers en zo. En dat kan je vrij vinden op internet, denk ik, maar de ogen worden altijd weggehaald van die dingen. Hmm. Er zijn dus wetenschappers nu operatief die contact maken met materiaal die op de aarde gelegd is door de astronauten toen. Reflectoren. Op de maan? Ja. Dus reflectoren waar ze dus op kunnen kaatsen en kunnen ze afstand meten van de maan. En zo weten ze dat de maan eigenlijk aan het afdrijven ook is van de aarde. Dus dat speelt allemaal mee. Dus ja, wij zijn wel heel veel bezig met de maan.
Dat is niet zomaar een verhaaltje van het bestaat niet. Of het is een reflectie van de aarde ergens in een koepel of zo. Of, nee, dat bestaat niet bij ons. Wij zijn daar heel serieus mee bezig, ja. Ja. En de Apollo-missies ook, die zijn ook verder gelopen dan de laatste missie die er geweest was. Mm-hmm. Maar ik snap nog steeds niet goed waarom ze dan... Want NASA zeggen, ja, we zijn de technologie kwijt, we kunnen niet nog een keertje naar de maan. Maar ik begrijp niet zo goed wat dan de reden daarachter is, waarom ze daar, terwijl ze het wel kunnen, waarom ze daarover zouden liegen. Ja, daar heb ik nog niet op geantwoord, dat klopt. Dus als ze hebben de beelden vervalst, en dat is een PR-stunt geweest toen, hè, in de tijd, 1969. Stel nu dat het mislukt was, die astronauten waren dood en noem maar op. Ja, dan is dat live voor de hele natie en de wereld, die dus eigenlijk... Een blunder van je welste. Dus Amerika zou zoveel grond verloren hebben daarmee. Dus hebben ze dit verkozen, wat ik natuurlijk zelf niet opteer om te doen. Ik zou liever live en de foto's allee, echt hebben. Maar ik denk dat ik zelf nog nooit een echte foto van de maan gezien heb. Nee, want ze gebruiken altijd diezelfde afbeelding, die computer gegenereerde. Dus er is geen foto van de maan. Ik denk het niet. Ofwel, in ieder geval, er is geen foto van de aarde, dat was het. Er is geen foto van de aarde, dat is allemaal CGI. Ik denk dat... Ik heb al dossiers ingekeken wat er zo gezegd foto's stonden van de maan, maar ik denk zelf dat dit ook fake is. Dus zover rekt mijn invloed ook niet in die communities, denk ik, om dat zomaar te kunnen inzien. Het is gewoon zo, het is fake. En we kunnen het ook aantonen. Mm-hmm. Dus daar moeten we wel bewust in zijn. Maar als ze niet naar de maan zouden geweest zijn, dus nu buiten die reflectoren die er liggen, al die zaak, waarom wil iedereen terug naar de maan? What's up with that? Nu wil iedereen terug naar de maan. Ze willen er van alles gaan doen. Ze willen terug een maanbasis. Ze willen daar dingen ontginnen en zo, materialen gaan van nemen. Maar hoe komt dat dan, dat ze dat willen doen? Dus dat is ook zoiets, ja... onze liefde is een tijdje weg geweest van de maan, zo gezegd. Het is afgekoeld. Niemand was nog bezig met de maan. Dan komen we in dat verhaal dat de maan zelf, de maanlanding er niet geweest is. Of dat ze doffies niet zou bestaan. Maar nu komt het allemaal terug. En dat komt natuurlijk door SpaceX en al die kerels die daar boven bezig zijn. Die willen daar een deel uit hebben. Dat is een soort invloedspel die daar aan de gang is met die 400 miljard industrie. Maar waarom... Waar is die technologie heen dan? Ja, je bedoelt die petit daar, die astronaut die... Maar zij zeggen toch allemaal, zeggen ze toch gewoon... we kunnen niet terug naar de maan, want de technologie is kwijt. Ja, maar dat is onzin, hè? Nee, precies. Ja, nee, dus ze kunnen perfect opereren in de ruimte nu, hè? Dus we hebben heel veel beweging in de ruimte. 400 miljard, moet je voorstellen, wat er daar aanwezig is. We spreken dus echt space stations al, hè, zo waar ze mee bezig zijn. Dus niet het ISS, hè. Er zijn er echt platformen waar ze operatief op kunnen zijn. Maar veel wordt gedaan met lasertechnologie. Dus satellieten met lasertechnologie, dat is enorm geavanceerd. Dus wij leven echt in een science fiction wereld al, daarboven. Dus daar moeten we rekening mee houden. En in de dossiers weten we dat elke keer dat er een launch is naar die zaken, boven de atmosfeer, komt er UAP-activiteit. Er is altijd controle. Dus ofwel een klein bolletje die passeert, die eventjes rondvliegt. Ofwel een groot tuig die eventjes passeert en weer weggaat. Er wordt nooit een inmenging of zo. Er is ook geen vijandigheid van buitenaard. Huh? Want dat moet ook even de wereld uit helpen. Want dat gaan ze wel lanceren op aarde met de false flag. Ja, want Project Bluebeam bedoel je dan dus? Wel, ja. Dus Project Bluebeam is eigenlijk die satellieten die ze rond de aarde nu gaan plaatsen. Aan het plaatsen zijn eigenlijk om via hologrammen en lasertechnologie ons hier van alles wijs te kunnen maken. Mm. Dus hou rekening mee dat ze bijvoorbeeld kunnen plots een beeld geven in de atmosfeer van God bijvoorbeeld. Die spreekt naar de aarde. Dat is allemaal mogelijk. Dan moet je al inbeelden als dat... gemanipuleerd zou worden om mensen bang te maken of mensen naar een bepaalde richting te duwen, ja, dan zitten we weer met zo'n verhaal. Dan kunnen we ook tuigen laten vliegen die er niet zijn. Hologrammen. Dus als je dan sluw denkt, als je denkt dat ze sluw zijn en ze gaan iets detoneren op aarde, maar je ziet een film afspelen in de atmosfeer en die doet een straal naar iets die er niet is,
Maar ze detoneren dan wel het op aarde, dan is het precies echt. Dat we aangevallen worden. Ja, fake alien invasion. Ja, en dan gaan ze natuurlijk zeggen, ja, we hebben one world government nodig om dit tegen te werken. Dat de grootste dreiging van buitenaf is iets natuurlijk wat je helemaal niet kent. En daar kan je natuurlijk alles faken hoe gevaarlijk dat is, zeg maar. Precies. Dus dat, we zijn er heel veel mee bezig, hè. Met Project Bluebeam, we willen dat echt... het is beter dat het niet zou gebeuren. Maar het staat zoveel klaar dat ik denk dat het wel zal gebeuren. En dat zal een tijdje heel vervelend zijn. En dan gaan we moeten mensen bewust maken dat dit fake is gewoon. Dat dit niet kan. Mm. Dat is de laatste kaart. Werner von Braun heeft trouwens zelf ook toegegeven. Dat is de laatste kaart die ze gaan spelen om de mensen bang te maken. En de volledige wereld naar één regering te brengen. Dus totale controle. Hè. Maar wat we toch concluderen daaruit is dat de New World Order... dat meer de New World Religion zal zijn. Het is echt geestelijk, de strijd. Ze willen mensen echt geestelijk vasthouden. Mm. En media, daar verliezen ze op. Films ook. Hollywood is één grote massahypnose. En ze etaleren dan ook dingen die ze al hebben en zo. Om te zien hoe reageren de mensen daarop. Mm. Transhumanism en zo. Hè, robotten die of nanotechnologie in ons lichaam. Dat is ook nog iets dat er in de false flag mee gaat spelen. Al die zaken. Dus ja, we hebben die war on terrorism gezien. Al die angstmakerij zwakken af iedere keer. Ze hebben maar een korte tijd om dat te doen. Ja, dan worden mensen dat gewoon. Corona precies hetzelfde natuurlijk. Op een gegeven moment denk je, het zal wel. Ben je er gewend aan, ja. Als je een brief krijgt thuis en er staat op, je mag je laten vaccineren. Maar het is op eigen risico, staat er in grote letters onder. Dan doe je dat toch niet? Dat is toch gewoon... Dat is het bewustzijn dat ze testen op dat moment van de bevolking. Het is eigenlijk... ze laten in hun handen kijken, hè, de machthebbers. De vermogens achter de machthebbers eigenlijk. Ze laten zien van zo sterk zijn we nu al... dat we jou iets wijs maken en dat we het niet wegsteken. Je gaat het toch doen. Mm. Omdat de angst zo groot is. Ze doen het toch. Yeah. 80% denk ik is gevaccineerd hier in Noord-Europa ongeveer... Zoiets. Ik geloof het niet, maar dat zullen ze vast zeggen, ja. China is bijna veel minder. Ik bedoel, ja, als ik mensen zie die zeggen... Ja, ik heb het gedaan omdat ik op reis wil gaan. Nee, dat zegt toch genoeg over het bewustzijn op dat moment. Mm, zeker weten. Dat doe je toch niet? Nee. Dan moet je voet bij stuk houden en zeggen... Ja, maar het is op eigen risico, ik weet niet wat erin zit. En natuurlijk, het is een systeem. Je hebt 10 vaccins... 10 spuiten. En dan zitten er 2, zit er iets anders in. Er staat een nummer op. Ze weten perfect wie die nummer krijgt. Ze kunnen dingen testen. Ze kunnen dingen op. En dan komen we op het punt van de false flag. Als er metalen in jouw lichaam komen... en in de ruimte zijn er satellieten... die daar connectie mee kunnen maken... ja, dan weet je genoeg. Straling, al die zaken die ze kunnen manipuleren. Ik heb net gezegd, ze kunnen op een centimeter er iets uithalen... maar ze kunnen ook in jouw lichaam werken. Dus het is echt van belang om die 2 samen te zien. Mm. HAARP bijvoorbeeld in Alaska is een interface weapon met de space wapenwetloop. Interface, dus het werkt samen. En het is bijna af, hè. HAARP in 2025 kunnen ze het weer manipuleren volledig. 2025. Ja, het gaat zo snel allemaal, ja. Hè. Dus ja. Maar het is wel cool eigenlijk dat je... Want dit is wel waar, dat zei je in het begin natuurlijk al een keer... is dat je ervan uitgaande dat het buitenaardse en zo daadwerkelijk een rol speelt... maar dat is inderdaad iets wat eigenlijk bijna altijd uit die hele agenda's gehouden wordt of zo. Terwijl, ja, als het zoals jij zegt een hele grote rol daarin speelt... dan is het natuurlijk heel goed om dat meer te onderzoeken... en je er ook bewust van te zijn wat die rol daarvan daadwerkelijk is... en hoe je het dan, ja, hoe zij het nu in hun voordeel gebruiken... maar hoe wij het ook in ons voordeel zouden kunnen gebruiken. Ja, nu, de buitenaars hebben wel clues nagelaten om het onderzoek te verbeteren op termijn. Dus het militair complex heeft dat al snel doorgehad. Ze hebben, als er bijvoorbeeld iets gevonden werd, in de piramides of zo, dingen die ze niet snappen, dan gingen zij daar geen archeologen op steken of geschiedkundigen. Zij staken daar ingenieurs op. Spreek van de jaren 50 al, hè. Mm. Die gingen dat gaan bekijken, ontleden... zien hoe wat in windturbines dingen steken. Noem maar op. En zo had ze door van, dit is geen religieus voorwerp... of een kinderspeelgoedje, zoals de wetenschap het altijd doet. Die hebben zo doosjes waar ze dingen insteken die ze niet snappen.
Ik heb daar met Koen Vermeeren ook al leuke gesprekken over gehad. Nee, de conventionele wetenschap moet uit die voegen gaan denken en moet met ingenieurs werken, lijkt dat de militairen gedaan hebben. En dan begin je te snappen, wauw, duizenden jaren terug is er iets gebouwd geweest op aarde, een piramide, die aardbevingbestendig is. Wat? Aardbevingbestendig? 200 miljoen stenen zijn op elkaar geplaatst. En dat is een flatgebouw van 47 meter hoog. En dat is wiskundig volledig in orde. En als je binnenloopt in een van de hangen, want het is een miraculeuze hang van 91 meter ingeslaan. In de piramide, loodrecht, zonder elektriciteit, in het donker gemaakt. Toing. Dat zijn clues, hè? Het is iets met anti-zwaartekracht die dat geplaatst heeft. Oké? Okay? Dus we zien ook de stenen, graniet, witte toerakalksteen, dolomiet. Deze elektrificerende lucht in de piramide. Dus er is een lichte radioactiviteit in de piramide ook. Dus het gaat weer over energie. Er is iets neergezet met anti-zwaartekracht. Want die stenen komen kilometers ver, dus dat kan niet zo vervoerd zijn. Dat moet met anti-zwaartekracht gebeurd zijn. Neergezet. En het is een soort reactor, dat hebben ze door. Die ingenieurs snappen het. Want het is licht radioactief, dus er zitten elektromagnetische velden op door die materialen die erin gebruikt zijn. En als je dan zegt, de conventionele geschiedenis zegt, geschiedkundigen, die zeggen, ja, dat is op 20 jaar gebouwd, 5000 jaar geleden, 20 jaar gebouwd, met beiteltjes, hamertjes en met slaven. Mm. En dat leren ze aan ons kinderen in school. Mm-hmm. Ik heb aan mijn dochter iets anders geleerd. Ik heb echt gezegd, dit kan gewoon niet. Wat denk jij? Ja, maar dat is ook mooi om die vragen terug te leggen dan. Hè? Wat denk jij? Ja. Nee, ik heb het eigenlijk zo gedaan. Ik heb eerst gezegd, wat denk jij? En dan vond ze ook wel raar, zo die slaafjes en die prins. Ja. En dan dacht je, ja, dat kan toch niet. Hè? Ja, nee. Papa, nee, dat kan toch eigenlijk niet. Ja. Ja. Maar laten we die op school, dat is toch het ergste van al. Dat toch die bouwstukken zo van die onzin, die het altijd maar herverteerd worden aan die kinderen. Wij hebben het ook meegemaakt. Ja, ik vind dat zo vreselijk. Ja. Maar Bart, wie denk jij dat die piramides gebouwd hebben dan? Ik ben er vrij zeker van dat dat buitenaards is. Ja. Of op zijn minst moet er een beschaving geweest zijn die dat door buitenaardse interventie kon maken. Die optie laat ik ook open. Dat de dossiers zijn er ook niet duidelijk in, maar ze weten wel dat het niet door mensenhand op die manier gebouwd is met hamertjes en beiteltjes. Dat is onmogelijk gewoon. De berekening klopt gewoon niet. Er is iets van, gewoon het oppervlak al, waar de piramide op staat, is 20 voetbalvelden groot en geniveleerd, dus volledig platgelegd. Mm. Dat op zich is al een kunst van je welste in die tijd, om dat te doen. Laat staan het wiskundig bouwwerk erop zetten. Mm. Dus, ik vind het mooi als je erover nadenkt dat het is inderdaad of door buitenaards is het neergezet, of door een beschaving die al veel verder technologisch was dan wij nu zijn. Maar in beide gevallen is er dus technologie wat veel verder is dan wat wij nu zijn, wat wij nu niet weten, waar wij nu geen gebruik van kunnen maken. Ja, dus precies. Either way, welk scenario ook het is, kun je daarvan uitgaan dat dat zo is eigenlijk. En dat vind ik echt zo mindblowing, dat je gewoon bedenkt van, joh, er is gewoon technologisch gewoon ergens, of het hier, of er op een andere planeet, of wat dan ook is, zijn ze zoveel verder dan wij. Dan kun je alleen maar bedenken van, wat als wij wel die technologie zouden hebben, inderdaad. Ja. En waar zou je dan, wat voor een soort wereld zou je dan uitkomen? Dat is wat wij nu willen. Hè? Dus met wij bedoel ik de mensen in het UAP-netwerk willen deze zaken voor de mensen gebruiken. We willen dat nu is. Anti-zwaartekrachtvrije energie. We willen dat nu hebben, niet morgen. En die instanties die dat tegenhouden, die willen we eruit. Maar zijn wij qua bewustzijn al klaar daarvoor? Dat vraag ik me wel altijd af. Want je kan natuurlijk ook op het moment dat wij... net als nu vind ik... Ja, in ieder geval van hoe ik naar de wereld kijk... vind ik dat er op bewustzijn nog best wel wat over te laten is, zeg maar. Oftewel dat we gewoon nog best veel mensen... Ik denk dat, zeg maar zo... Omdat de buitenwereldreflecties van de binnenwereld... dus eigenlijk de disbalans eigenlijk allemaal uit voortkomt uit... hoe wij niet bewust zijn eigenlijk... Dus zou je dan zeggen, als je nu allemaal vrije energie hebt... en dat mensen allemaal dingen kunnen ontwikkelen met die vrije energie... maar we zijn nog niet bewust, dus we gaan er allemaal verkeerde dingen mee doen... dan kan het ook helemaal verkeerd aflopen weer. Ja, dus gaat, bijvoorbeeld Atlantis of zo. Weet dat je klopt. Dat vind ik een heel interessante stelling van jou. Dat is de andere kant van de medaille, lijkt dat we zeggen. Het kan te snel gaan.
En daarvoor hebben ze eigenlijk, en ze is dan het militair industrieel complex, hebben ze de drip feeding toegepast. Techniek van drip feeding. Dat is mondjesmaat het UAP-dossier aan de mensen bekendmaken. En dat speelt al heel lang. Bijvoorbeeld de film Close Encounter of the Third Kind van Steven Spielberg. Als ik me niet vergis, is die in 1977 of 1979 gelanceerd. Die film klopt volledig, volgens het dossier, wat ze wisten. En er komt, als je goed oplet, komt er een kist in voor, waar erop staat Lockheed Martin. En Lockheed, dat staat erop gedrukt op die kist. En ze waren bezig met buitenaards contact te maken in die film. En op die kist, dus dat logo, Lockheed Martin, dat is een van de reverse engineering companies die buitenaardse materialen ontcijfert, zullen we maar zeggen, en nabouwt. En dat is nu geweten dat dat er is. Ja, we hebben Northrop Grumman, we hebben nog bedrijven. Onder andere ook SpaceX en Robert Bigelow zijn er ook mee bezig. Maar Lockheed Martin bestond dus al in de jaren 70, want Steven Spielberg heeft dat niet uit zijn duim gezogen. En die maakt een knipoog naar het publiek die de film ziet van dit gaat komen, dit is echt. De company bestaat die dit doet. En die hebben bijvoorbeeld de Stealth Fighters gecreëerd als eerst. Lockheed Martin. Dus de LO, Low Observability Technology. Dus de Stealth Fighters konden dan de F-117 en zo, de Nighthawk, werd dan ontworpen. En Stealth Technologie is eigenlijk dat je een tuig hebt die vliegt. Dus op buitenaardse technologie gebaseerd. Hè. Dus je ziet een op radar iets vliegen, maar een normaal vliegtuig toont zich als een huis, laten we het zo zeggen. En daar is het gewoon een deur dan. Door de Stealth Technology. Dus dat is een serieuze technologie toe om te ontwikkelen en te bezitten. En dat komt van buitenaardse technologie. En we spreken van 1947, de Roswell crash. Want dat was eigenlijk geen crash. Daar zijn die dingen van uitgekomen eigenlijk. Ja, want dat is dat niet de eerste soort van grote bekend UFO-ding geweest eigenlijk ooit? Ja, Roswell is eigenlijk... Dus je hebt eigenlijk de atoombomontwikkeling, Manhattan Project. Dat was eigenlijk in White Sands dat ze daar testen op deden, in de woestijn. En dat was, ik dacht, een 200 kilometer van Roswell. En daar deden ze de detonaties met Wernher von Braun en zo. Die zaken mee hielp ontwikkelen, voor de rakettechnologie ook een stuk. En de mensen van Manhattan Project zelf. En het leger was daar aan het monitoren. Hè? Dus die detonaties was aan de basis Alamogordo op White Sands. En daar is er buitenaardse activiteit gekomen. Omdat zij, ik heb dat er net uitgelegd, omdat ze die nucleaire dingen, die kernkoppen checken en zo en al die zaken. En wij hebben eigenlijk op dat punt via scalaire technologie 3 tuigen kunnen neerhalen in de woestijn. Die ons kwamen controleren. En die zijn gewoon gecrashed toen. Maar dat is door een soort energetisch veld, scalair, want dat is, als je zegt een wave, je hebt een wave, dus een golflengte, maar scalair doet van punt A naar punt B niks ertussen, dat we als wave kunnen zien, maar het veroorzaakt wel iets. En HAARP is er trouwens enorm mee bezig, met die in de ionosfeer, om het elektromagnetisch veld aan te passen, en zo om het weer te kunnen manipuleren. Maar dat is hetzelfde. En op die manier konden ze die tuigen eruit halen uit het luchtruim die hun stoorden in hun onderzoek naar de atoombomontwikkeling. En die zijn gewoon gecrashed. En daar hebben we natuurlijk dat verhaal van Roswell, waar die tuigen eigenlijk meegenomen geweest zijn door het leger, Military Industrial Complex, en onderzocht werden in de reverse engineering. En dat dossier, een heel belangrijk dossier eigenlijk, is van Philip J. Corso, een militair, een toenmalige militair die daarmee bezig was. Die kreeg dus eigenlijk alle technologie die in die tuigen zaten, moest die gaan bekijken wat gaan we hiermee doen. En die heeft dat in de private sector laten ontwikkelen, waaronder Lockheed Martin en zo. En daar zat bijvoorbeeld lasertechnologie in. Dat wisten we, wisten niet wat dat was. De chip. Ja, want wat er voor transistoren en al die dingen. Dus de chip. Dus glasvezel, al die zaken. Kogelvrije vesten, die technologie. Al die zaken zaten eigenlijk, hebben ze kunnen ontlenen vanuit die buitenaardse tuigen. En in onze... In het hele Roswell-incident, zeg maar. Ja, en dan zo kunnen ontwikkelen. Zijn dus drie salvaged, hoe zeg je dat in het Nederlands, ontdekt en meegenomen.
om bruikbaar te stellen voor die reverse engineering. Dus als we spreken van 1947 in New Mexico is dat gebeurd, dan zie je dat er toen al heel veel faciliteiten waren om dat onderzoek op te starten. Dus ja, dat zegt wel iets. De bewustwording van de buitenaardse activiteit was dus al heel sterk. Want ze hadden ook een foto gemaakt van die UFO. Maar dat mag je geen UFO meer noemen, geloof ik. Maar in ieder geval van dat voertuig had ze een foto genomen, toch? En er lag ook zo'n mannetje bij. Of was dat niet bij Roswell? Ja, er is inderdaad één levend mannetje, zullen we zeggen, meegenomen. Waar ze dus onderzoek op konden doen. Waar ze mee aan de slag konden. Maar dat is eigenlijk een moeilijker dossier dan Roswell nog. Want die mannetjes die wij noemen, wij noemen dat de IGIGI. IGIGI en dan I nog erbij op het einde. Dat zijn eigenlijk zo drone-achtige dingetjes. Dat zijn geen levende wezentjes, maar dat zijn geavanceerde robotten eigenlijk of zoiets. Er is daar een term voor ze, dat is PLF geloof ik. Programmed Life Forms, ja, zo noemen we het. PLF, Programmed Life Forms. En dat staat ook in de oude geschriften trouwens, in de Sumerische kleitabletten en zo. Dat de buitenaardsen met dus een soort interface werken met robotachtige wezentjes die dus taken gaan uitvoeren op aarde. Maar dat is een heel complex dossier ook om daar wegwijs uit te geraken, hoe dat volledig in elkaar zit. Maar er zijn dus veel wezentjes gezien die eigenlijk niet echt biologisch zijn, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. En dat zou dus dat wezentje moeten zijn ook, die zij hebben kunnen. En daardoor dat ze ook in het dossier schrijven, het reageert niet op alles. Ja. Als het niet de juiste signalen krijgt, en onze signalen waren ook zo primitief om daarmee te werken, dan de buitenaardse signalen waarschijnlijk die hem gelanceerd hebben. Ja. Zo van die zaak. Hier ligt een voertuig, toch? Ja, dat is een UAP. En dat is de sportsmodel van Bob Lazar. Het dossier Bob Lazar, die leeft nog, die man. Mm-hmm. En die kerel heeft dus in Area 51, is die operatief geweest. Dat is een geheime militaire basis, waar ze dus ook de stealth fighter en zo ontwikkelden. En die man heeft op dit toestel gewerkt om de vrije energie daarin te bestuderen. Ze wilden eigenlijk die reactor opstarten terug om hem te laten vliegen of na te bouwen om te vliegen. En Bob Lazar is ingeschakeld als wetenschapper om dat te gaan doen. Die man leeft nog en die heeft nu een documentaire via Netflix uitgebracht met Jeremy Corbell, de filmmaker Jeremy Corbell. En die zegt nog altijd hetzelfde, Bob Lazar. Hij is nu zoveel ouder. Dus dat is ook wel een frappant document eigenlijk. Want hij zegt, eigenlijk wou ik daar niet mee gemoeid zijn. Ik wou daar ook niet door bekend worden of zo. Het heeft me gans mijn leven achtervolgd, dit. Maar hij is daar dus in geweest. En hij heeft er nog zo 8 zien staan, andere vormen wel. Maar dit is dus, deze maquette is het sportsmodel. Hij noemde het het sportsmodel. En ik vind het altijd leuk om op lezingen mee te nemen, om aan te tonen hoe dat de technologie in elkaar zit, de anti-zwaartekracht en zo. En we weten daar wel al iets over, maar ik heb ook gezegd dat we niet alles nog gedoorgrond hebben, of ik weet ook niet alles. Mm-hmm. Moet rekenen. Ik werk met ex-officials, maar niet met officials. Hè. Dat gaat ook niet. Dat is een andere. Dus die ex-officials zoals Nick Pope en Jim Penniston van de United States Air Force en al die mensen, die hebben interface met het militair industrieel complex. Maar ik niet zelf rechtstreeks. Dus ik moet ook met die mensen te werk. Maar er zijn dus dingen die ik ook niet weet. Moet ik mij ook, ben ik ook bewust van en moet ik ook zeggen aan mensen waar ik mee praat. Maar er zijn dingen die we wel weten. Bijvoorbeeld dit hier. Wat ze nu bestuderen, wat ze nu vrijgeven dat ze bestuderen, zijn de 5 variabelen. En de 5 variabelen, één daarvan is transmedium travel. En transmedium travel is dat je door lucht, water naadloos kan vliegen. Dus bijvoorbeeld als dit de zee is en je gaat een UFO daarin zien duiken, heb je geen plonseffect, geen water die opspat. Het water glijdt naadloos voorbij, hij glijdt er eigenlijk gewoon in. Mm-hmm. En dat komt omdat er een vacuümveld op dat tuig zit. Dat is vacuüm getrokken. En dat veld absorbeert dat, waardoor dat er geen effect is. Heeft geen weerstand, snap je? Mm-hmm.
En dat willen wij ook in onze vliegtuigen, in onze tuigen hebben. Daar zijn ze nu mee bezig. De anti-zwaartekracht heeft te maken met dat ze eigenlijk een planeet vormen, een eigen zwaartekrachtbron. Omdat dit is een magneet die zo draait en deze magneet hier onderaan draait aan de andere kant. En zo creëren ze eigenlijk een eigen zwaartekracht, los van de aarde zijn zwaartekracht. En als dit heel snel gaat draaien in de relatie tot de massa van de aarde, dan krijg je anti-zwaartekracht, dan gaat die afduwen. En hij gaat constant kalibreren erop, daarom dat hij zo doet. Als we dossiers hebben van mensen die het zien, het eerste wat we vragen is, hoe beweegt het tuig? Ja, hij wobbelt. Ah, dan weet je al veel. Dan is het teken dat die technologie daar gebruikt wordt. De kans groot dat het een echte is. Dat het geen namaak is of geen ARV, wat ik daarnet zei, Alien Reproduction Vehicle. Dus hij wobbelt omdat hij zichzelf kalibreert op de aarde, de zwaartekracht van de aarde. Hij moet zijn eigen zwaartekracht iedere keer afwegen daarop. Maar zo werkt het dus. In een notendop, simpel uitgelegd eigenlijk. Mm-hmm. Want er hangt er nog wel heel veel aan vast. Ik heb hier trouwens een prentje liggen. Dit prentje toont eigenlijk alles, hoe dat het in elkaar zit. Oh ja. Dus zie je. Dus hij creëert een elektromagnetisch veld rond zijn schild eigenlijk. En het wordt vacuüm getrokken. Mm. Dus alle atomen, elektronen en moleculen daarin zijn los van de aarde. Mm-hmm. Opereren dus volledig los daarvan. Mm-hmm. En Bob Lazar, die werkte dan met dit specifieke... Ja, die heeft dus de reactor, hè, moest die bestuderen. Dat was zijn veld. Want de reverse engineering heeft een heel speciaal systeem om mensen te werk te stellen in die 70 jaar. Iedereen wist wel iets waar hij mee bezig was, maar niet het volledige plaatje. Mm. Ja. En dat was natuurlijk om de mensen ook, als ze naar huis gingen, dat ze niet konden zeggen waar ze mee bezig waren. Of ze wisten niet hoe dat volledig in elkaar zat. Dat was een deel van de cover-up. Hè? Maar Bob Lazar natuurlijk, die kerel heeft het opengegooid. Die is familie, heeft familie uitgenodigd, heeft vrienden uitgenodigd op de basis, 's nachts, heeft feestjes gehouden om die tuigen te zien vliegen, want ze deden daar testen op. En natuurlijk hebben ze hem kunnen pakken op een bepaald moment. Van, hey, wie is dat hier allemaal? Jouw familie meegebracht? Het is wel een geheim project. En zo hebben ze hem eigenlijk vervolgd. En is hij eigenlijk mainstream gegaan. En dat is volgens hem zijn redding geweest. Want in die tijd kon je wel nare dingen nog tegenkomen als je uit het boekje praatte. En volgens hem heeft door het mainstream voor een televisiekanaal te gaan vertellen dat er een geheime basis bestond, Area 51, waar ze die dingen deden, ja, dan konden ze hem niet aanraken. Omdat dat te veel opviel dan. Hè. Dat was in 1989. En in 2013 hebben ze maar officieel bekendgemaakt dat de basis bestond, Area 51. Ja, ik wilde net vragen, is dit eigenlijk al officieel erkend, ja, die basis? Oh, ja. Dus 2013, dus in 1989, heeft Bob Lazar het al gemeld. En dan werd dat stilgezwegen, het is allemaal niet waar. En die man werd belachelijk gemaakt. Maar zo zie je weer, 2013, complotdenken wint weer, want de basis bestaat plots. Ja. En tot op vandaag zijn ze nog altijd met vreemde dingen bezig daar. Er mag niks doorvliegen in het luchtruim en zo. Dat is afgesloten. Ja, net als boven Antarctica. Ja, absoluut. Ja, daar is trouwens, er zit iets heel groots onder. Dat weten we uit luchtfoto's, hè, van satellieten. Er is er iets heel groots onder het ijs. En het heeft ruimtedeeltjes, straling vanuit de ruimte. En deze informatie weet ik rechtstreeks van Pope, van Nick Pope. Dus daar zijn ze enorm mee bezig. Wat er daar zit, er is iets huge. Maar wat de overheden wel weten, toch, leek mij. Well, want in ieder geval, laat ik het zo zeggen, zij zijn zich bewust dat daar iets zit wat wij niet mogen zien. Want anders ga je niet zo'n no-fly zone en shoot on sight en weet ik wat voor de gekke dingen allemaal instellen als je in de buurt van Antarctica komt. Ja, het is een groot mysterie daar. Dat is echt, we hebben er ook Operation High Jump gehad na de oorlog. Mm-hmm. En met Admiral Byrd, die daar eigenlijk, was er eerst overgevlogen. En op een bepaald moment hebben ze een expeditie naar daar gedaan. Met verschillende schepen. Ze staan allemaal in mijn boek met naam de schepen. En met de manning en de vliegtuigen die gebruikt waren toen. En ze hebben daar eigenlijk gevochten. Het is een militaire vloot. En terug moeten keren, want ze verloren tegen iets.
wat is er daar aanwezig? En zo verder. Is er iets dat niet klopt in ieder geval? En die Admiral Byrd heeft toch ook verklaard dat hij op een gegeven moment op een bepaald punt heen kwam en dus zag dat daar beschavingen, ik weet het niet meer precies hoe ja, dat kan jij natuurlijk beter. Echt haten gezien in de groot, like, waar je in kan vliegen. Oh ja, dat was het, ja. Ja, dus natuurlijk zijn er mensen die nou weer dat koppelen aan de Hartha en de middenaardetheorie en zo. Daar kan ik niks over zeggen, dat weet ik niet. Maar er zijn daar inderdaad portalen waar je dus in kan en waar er dus duidelijke technologie aanwezig is. Dus een soort tunnels en zo. En in het dossier weten we dat er dumps bestaan. In Amerika voor deep underground military bases. Waar ze dus militair operatief zijn met dingen die ze niet aan daglicht willen brengen, die reverse engineering en zo. Dus ik vermoed dat dat daar iets mee te maken heeft. Dat dat ook een soort dump is, maar huge. Iets, ja, waar we nog niet alles van zien of weten. Want de nazi's hebben toch ook superveel onderzoek gedaan naar de Antarctica in hun tijd? Ja, overal hè, trouwens. In de films van Indiana Jones wordt dat zo mooi aan gewakkerd. Maar eigenlijk is het wel zo. Ze hebben overal expedities gedaan. Tot in Tibet, in China en al die zaken. En Hitler was geobsedeerd om het wonderwapen te vinden. En dat heeft ook te maken met die frequentionele zaken. Hè. Dus die hebben dus heel wat afgevaren afgereisd. Ja, dat klopt. Mm. Ja. En je haalde hem net al een keertje aan. Want wat is de rol van Wernher von Braun geweest in het hele verhaal dan? Want inderdaad, ik vind echt super interessant door dat Project Paperclip. Dat ze gewoon al die nazi's gewoon naar NASA hebben gehaald. Ja, ook dus, best wel bizar als je daarover nadenkt. Dat is ook gewoon helemaal out in the open, toch? Of niet eigenlijk? Dat hele Operation Paperclip. Er zijn 1000 wetenschappers naar Amerika mee mogen gaan. Onder dwang eigenlijk. Want als ze het niet deden, werden ze berecht in het Nuremberg-proces. Oh ja. Dus ze zijn eigenlijk ontsnapt als assessor aan oorlogsmisdaden. Zijn ze ontsnapt op die manier, omdat ze zo waardevol waren vanuit wetenschappelijk standpunt voor het militair-industrieel complex. Mm. En daar zien we dan de ontwikkeling van NASA bijvoorbeeld. Ja, die never a straight answer, NASA. Maar Wernher von Braun heeft er, en Obert ook, Herman Obert, hebben enorm veel gedaan. Voor die spaceontwikkeling, die eerste spaceontwikkeling, maar ze waren wel bewust over veel zaken. Op een bepaald moment hebben ze een interview gedaan met Herman Obert en ze vroegen, hoe komt het dat Hitler zoveel technologie had? En dan zei hij, ja, we werden geholpen door hierboven. Dus hij wees naar boven. En dan zitten we met het verhaal de Foo Fighters in de Tweede Wereldoorlog, waar zowel de geallieerden als de asmogendheden lichtbolletjes zagen in luchtgevechten. Orbs die rond de vliegtuigen vlogen en er zo zelf doorvlogen. De piloten zagen het bolletje gewoon voorbij vliegen, de cockpit. Dat zijn dat we weten wat dat is. In het dossier noemt dat de Cosmeo. En dat is een soort geavanceerde cameratechnologie die komt observeren. De astronauten hebben dat ook als ze de atmosfeer verlaten. Het komt eigenlijk iets scannen en interfacen met ons en opnemen wat is hier aan de hand. En blijkbaar hebben de Duitsers, want we hebben dat ontdekt in de basis Pendemonde en Mittelwerk, daar hebben de geallieerden en de Russen, Russen zijn ook geallieerden uiteraard, op dat moment, hebben zij de Honeyboo ontdekt, prototypes van nagemaakte UFO's. Of beter gezegd, nagemaakte anti-zwaartekrachttechnologie. En er waren al testen en zo. Hè. Dus het zijn prototypes die konden vliegen en zo. Dus laat ons zeggen, als de geallieerden niet sneller zouden geweest zijn, dan zouden de Duitsers de oorlog daarmee kunnen winnen hebben. Mm. Met die tuigen. Dus misschien als we nu een UFO zien vliegen, zit er een nazi in? Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Ja, je weet het niet. Dat denk ik niet, nee. Nee, nee. De ARV's, denk ik, die we zien, de Alien Reproduction Vehicles, de fake UFO's. Hoe kan je het zien eigenlijk? Vrij simpel. Die hebben naden en bouten en moeren nog. Wij zijn er nog niet in geslaagd om dit volledig, want het is uit één stuk precies gemaakt, het is nadeloos. Ook al draaien die twee magneten op elkaar in, is dit naadloos. Mm. Dus als je dan iets ziet passeren, die er zou op trekken, maar je ziet lijntjes erin en mouten en boeren,
Bouten en Moer, sorry. Dan weet je dat het fake is, dat het een alien reproduction vehicle is. Dus daar zijn ze ook al 70 jaar mee bezig om dat te doen, om dat na te bouwen. Maar om het naadloos te maken, ik denk dat ze daar nog niet volledig in geslaagd zijn. Nee. Jij zei net die orbs, en dat is wel interessant. Die heb ik een tijd geleden iemand in de podcast gehad die daarover sprak. Maar wat dacht jij, wat is in ieder geval een theorie volgens jou, wat dat is, wat die zijn? Wel, wat we weten is die Cosmeo, dat is een soort camera. Het is veel meer dan dat, want het kan echt met het lichaam ook werken en zo. En het kan blijkbaar in het lichaam gaan. Het kan echt wel interface, het kan dingen gaan doen op frequentioneel niveau. Maar het is precies toch iets dat iets vastlegt of iets inbrengt. En, ik ga niet zo ver gaan als implantaat, want dat is een moeilijk begrip, ook in het dossier. Want we vermoeden dat implantaten eigenlijk niet van buitenaardse origine zijn, maar van de instanties die eigenlijk mensen op een verkeerd spoor overbrengen. Dus implantaten, daar ga ik eventjes van wegblijven. Maar er is wel duidelijk dat er met ons wel gewerkt wordt. Dat wel. En daar krijgen we het dossier, de abductions en de contactees die eigenlijk meegenomen worden. En ik vind het heel jammer voor die mensen die soms toch wel ook traumatische ervaring daarmee hebben, omdat ze niet weten wat er gebeurt, dat niet in de maatschappij nog aanvaard wordt. Dus waar ga je daarmee naartoe als het gebeurt? Ja. Je wordt wakker ergens, er staat een rare figuur naast jou, en plots word je weer wakker in jouw bed. Ja. We hebben zo honderden dossiers daarvan. En wij met het Belgisch UFO-netwerk willen we daar ook duidelijk in maken dat mensen bij ons ook terecht kunnen om hun verhaal los te laten daarin. Ja. Ja, het is natuurlijk ook lastig en dat gebeurt misschien ook wel expres, maar je hebt natuurlijk ook heel vaak, als je dan zo'n verhaal hoort van iemand, dat je denkt van ja, zou kunnen, maar God knows, weet je wel. We moeten het kaf van het koren wel scheiden. Ja. Dus je hebt mensen die heel mooie ervaringen hebben, soms gewoon spiritueel, maar als we dan doorvragen, merken we, ja, er is er. Het is mooi en het is iets van jou, maar we kunnen dat niet. We kunnen er niks mee doen naar de buitenwereld toe. Dat heeft totaal geen zin. Nee. Dat is iets persoonlijk. Het is geen onderzoekswaarde aan buiten jouw verhaal die we nu delen eigenlijk. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. Je kan, want ja, je hebt de meest fantastische verhalen die mensen soms vertellen. En ja, oké. Okay. En heb je daar bewijzen van of heb je daar iets meer van? Dat wil niet zeggen dat ik het niet geloof, hè? Maar ik kan er ook niet verder mee aan de slag. Dus dat wordt dan neergelegd. Oké, dat is jouw verhaal. En wie weet, ooit kunnen we daar wel iets mee gaan doen. Hmm. Maar de verhalen waar we effectief iets zien of beleven dat tastbaar is. En ik heb zo in 2015 een UAP mogen zien in Engeland, in Wiltshire. Tijdens een Skywatch, de plaats ben ik nu eventjes kwijt. Misschien kom ik er straks nog wel op. Dus dat was een graancirkel waar wij overdag de biofysische anomalie hebben gecheckt. En die nacht hebben we daar een Skywatch-procedure opgestart met ons batterij, ons materiaal. En daar hebben we plots een zwarte driehoek mogen aanschouwen die naadloos was en over ons gleed. 100 meter in de lucht, dus dat was gigantisch groot. Maakte bijna niks van lawaai, een licht gezoom. En we waren met 8 man. En alle koplampen deden we uit om het goed te zien. En wij waren gewoon flabbergasted. Niemand is daar klaar voor. Zelf ik niet. Dat is zo gigantisch mooi. Wauw. Fantastisch als je dat ziet. Dit is surreal. Hoe dat het beweegt. Allee, het beweegt in één lijn zo. Tot over de horizon. En je ziet, dit is niet van ons. Dit is, ik heb nog nooit gezien. Wat zag je nou precies? Een zwarte driehoek, ja. Maar als die boven ons vloog, dus ja. Die kwam eigenlijk als een streep op de horizon. En die gleed naar ons. Op ons signaal, denk ik, kwam die dus af. En dan gleed die over ons, net in de graancirkel, net boven ons. Dus dat is toch ook al op zich knap. En dan ging die verder over de velden. En dan op het einde was die weer een streep die verdween over de horizon. En normaal hebben we daar altijd militaire activiteit met helikopters. S'nachts komen die echt zo van die Apache-helikopters komen zo'n beetje. Want ze zijn allemaal basis rond Wiltshire. Voor een of andere reden. Mm. Nu weet je de welke. En dat komt door de activiteit natuurlijk. Daar is de UAP-activiteit.
En die waren zo af en toe rakelings nachts langs de graancirkel aan het vliegen en weer weg om te zeggen, we hebben jullie wel gezien. En ja, oké. Maar in één keer waren die weg allemaal. En dan kwam die driehoek. En niks meer van helikopters tot die weg was. Mm. En dan kwam er weer één terug. Dus dat zegt ook al wel veel. Dus ze waren die ook aan het monitoren. Ze hadden die ook zien binnenkomen. En hoe gaat zo'n missie dan? Kun je dat uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Een Skywatch-procedure. Ja, dat is niet moeilijk, hè. Je hebt eigenlijk een materiaal waar je mee werkt, technologie, waar dat je dus frequenties uitzendt. Een intelligent spoor moet je maken via wiskunde, omgezet in geluid. En dat moet je lanceren en dat uren laten doorgaan. Dat is één zaak. En aan de andere kant moet je ESP doen. En dat is extrasensory perception. En dat is een soort meditatieoefening waar je jouw hersenhoven met alle deelnemers gaat verbinden. Dan ga je ook frequentie maken. Maar dan moet je ook de juiste intentie daarin steken natuurlijk. En dat ga ik eventjes uitleggen. Jouw hartfrequentie kiest eigenlijk. Dat wordt ook weer niet aangeleerd in onze scholen en in onze maatschappij. Maar elke persoon individueel kan kiezen wat die uitzendt. En die frequentie, als je daar een intentie in legt, dan is dat zo. Niemand anders kan dat blokken. Jij kiest dan met je hartfrequentie. En de hersenen, dat gaan naar de hersenen, die zenden dat uit. En die gaan dan ontvangen. Dus als je dan jouw hersenhoven via meditatieoefeningen gaat verbinden met de groep, dan kan je echt een kosmisch signaal sturen in samenwerking met de technologie die dan dit intelligent spoor meegeeft. Eigenlijk een heel spiritueel proces. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat heeft te maken met bewustwording, hè. We moeten ons bewust worden dat we effectief met het kosmisch veld kunnen werken. Dus we hebben, in de mainstream zeggen ze het auraveld. Het auraveld. Maar eigenlijk, het auraveld is je energetisch veld. Je kan dat trouwens meten, hè. Je kan dat zien, hoe ver het reikt bij sommige personen. Personen die gefrustreerd zijn of depressief, gaat het heel klein dicht bij hun zijn. Mensen die openstaan, gaat het heel wijd gaan. En via dat veld, als je jouw intentie geeft aan je hartfrequentie, kan je in dat veld gaan, jouw veld, en dan contact maken met het kosmisch veld, energetisch. Dat is trouwens al bewezen in de kwantumfysica. Ik ben hier niet iets nieuws aan het vertellen. En als je daarin geraakt, kan je remote viewing gaan doen. En er zijn zoveel testen op gebeurd in het MIC. Maar de juiste term is niet remote viewing of channeling. Het is ESP, extrasensory perception. En zo kan je via dat veld signalen uit gaan zenden. En zij pikken dat gewoon op. En als het spoor intelligent genoeg is en de bewustwording groot genoeg, dan is de kans heel groot dat je een UFO zal zien. Maar het werkt in sequentie. Dus je moet het gelijk. Je gaat gaan vissen, hè? En je hebt niks. De volgende keer weer niks. Maar de derde keer heb je prijs. Zo is het ook. Het kan zijn dat je moet volhouden, je moet discipline hebben. En als je het veel doet, ja, dan komt er iets op jou af. Absoluut. Ze gaan hallo komen zeggen. Soms is het een lichtje dat je ziet, die heel raar doet. Want je hebt natuurlijk ook satellieten en zo. Je kunt dat testen via een app. Of het ISS, dat was enorm. Dat is enorm helder, hè? Van west naar oost, dacht ik. Hè? Maar als het een UAP is, gaat hij voor het andere beweging gaan maken. En dan zie je, oh, dit is geen satelliet, dat is iets anders. Of hij maakt flikkerlichtjes plots. En niet een vliegtuig in een rechte lijn, want die maken ook pinklichtjes. Maar dat je echt ziet, oh, dat is een fluctuatie die toch wel iets anders brengt. En in het beste geval, wat ik zeg, de zwarte driehoek die we daar mogen aanschouwen hebben, op 100 meter van ons, ja, dan sta je perplex. Denk je dat naarmate wij meer bewust worden, wij ook makkelijker communicatie kunnen leggen, kunnen communiceren met dat? Ja, dat is de bedoeling. De bedoeling is dat we leren daarin. Wij spreken altijd van een soort examen. De buitenaardse, als we contact willen, groter contact willen. Dus er is een soort examen op ethica bijvoorbeeld. Hoe dat wij omgaan met elkaar op aarde, dat is één zaak. Maar energie is heel belangrijk, hoe we daarmee omspringen. Op dit moment verzuimen wij veel. Hè. We springen niet goed om met energie. Het is ook heel duur door de instanties die ervan profiteren. Mm-hmm. Maar we gebruiken het ook niet goed. En ik heb Michio Kaku, zul je wel kennen, de wetenschapper. Ik heb die ontmoet in Barcelona. En die zei mij, er is een type 1 civilisatie dat we moeten bereiken. Nu zitten we op 0.
En type 1 is dat we de aarde volledig energetisch correct gebruiken. En de geopolitieke spanningen moeten dan weg. Dus alles rond olie, gas, kolen, dat moet allemaal verdwijnen. We moeten dus vrije energie hebben. En dat is een trigger net voor de buitenaardse om dichter bij ons te komen. Maar we moeten het zelf doen, blijkbaar. Dus het is niet van ze gaan het aan ons cadeau geven. Zo, wij moeten bewust worden, als de wereld moet bewust worden, dat we dat nodig hebben. En dat we niet gewoon een kleine 5% van de wereld met instanties en machthebbers die dat profijt uithalen uit de energieverdeling. We moeten het allemaal bezitten en allemaal kunnen goed gaan investeren. Het is ook wel een mooie metafoor eigenlijk voor het leven überhaupt, zeg maar. Je moet het zelf doen, wil je jezelf iets eigen maken. Je moet het zelf doen als je dingen wil leren, als je bewuster wil worden, weet je wel. Dat is gewoon geen quick fix daarvoor of zo. Nee, er is geen quick fix. We moeten dat daarom dient dat dossier ook. Het UAP-dossier. Dat is een struggling van 70 jaar al geweest. Om die openbaring mee te maken. En de openbaring is eigenlijk wat in de Bijbel staat, de apocalypse. Dat is eigenlijk de disclosure. Dus de apocalypse is niet vuur en verwoesting en noem maar op. Nee, het is de openbaring dat we snappen dat de ruimte heel veel belang heeft in onze ontwikkeling, in onze bewustwording. We moeten wijder gaan kijken dan wat we hier op aarde beleven of meemaken. Maar daaraan gekoppeld, en dat is natuurlijk een van de clues die daarin zitten, moet je in jouzelf kunnen afdalen om dat net te snappen. Dus individueel werken in jouzelf, afdalen en jouzelf ontdekken. Dat is het moeilijke eraan voor veel mensen, denk ik. Dus het is extern, hè? De ruimte is iets extern, een concept. Maar we moeten intern de kosmos leren kennen in onszelf. De frequenties, het kosmisch veld, hoe we daarmee omspringen. En dat kan je alleen maar door jezelf te leren kennen. En dat is dan weer het haakje voor veel mensen, denk ik. Omdat we geleerd hebben van altijd naar instanties te luisteren, buiten onszelf. En dat is niet de bedoeling. Nee, en dat is eigenlijk met dit dossier natuurlijk weer precies hetzelfde. Je kan ook weer hopen op een soort van extern iets wat het voor ons gaat doen. Ja. Maar nee, het zit inderdaad in jou. Ja, bizar, ik had eigenlijk niet verwacht dat het deze wending zou krijgen. Maar daar is eigenlijk wel waar het altijd weer terug op neerkomt. Weet je wel, je kan het allemaal extern zoeken, maar het zit toch echt in jou. Het is geweten, hè, door het militair-industrieel complex. Zijn er goed de hoogte van, hè, dat dit speelt, dat dit van belang is. En daarom dat ik het heidendom daarnet aanscherpte daarin, in dat verhaal. We moeten terug naar onze roots. Hè. Dus wereldwijd, we hebben allemaal onze eigen roots van ontwikkeling als volkeren. En bij ons is dat een deel Germaans, Keltisch en Viking. Dat is waar ik mij dan op... Dat zijn mijn poorten die ik gebruik om dat te gaan doen. En ik werk met die materialen. Dat ga je ook zien in het volgende boek. We doen daar ook fotoshoots rond en zo. Het is eigenlijk heel leuk om te doen. Omdat je, als je die echte materialen hebt die ze toen gebruikten, daar kan je eigenlijk jouw DNA mee gaan openen. Omdat zit in jouw DNA, dus jouw verleden. En daar spreken we dan van de voorouderlijke situatie die je mee gaat betrekken in jouw verhaal. Dus dat is heel belangrijk. Dat is niet te onderschatten. Maar goed om te weten is dat het militaire complex die daar die studies rond gedaan heeft, intern eigenlijk, rond het UAP-gebeuren, is daar ook al 70 jaar mee bezig. Die hebben dat door. Dat individueel proces zo van belang is om dat te gaan doen. En daardoor denk ik dat ook bepaalde mensen gecontacteerd zijn door buitenaardse, individueel. Omdat ze net die bewustwording hebben, of die openheid al om die, in die ontwikkeling, om dat te kunnen gaan doen. Dus als je zo verhalen met bewijsmateriaal hebt van mensen die contact hebben, ja, dan zou ik echt met die mensen gaan praten, want die moeten een hoog bewustwording hebben. Is dat ook wat je merkt als je met... Want jij spreekt met die mensen, toch, of niet? Ja, dus nu niet. Nu, op dit moment doe ik dat nu niet, omdat ik te veel andere dingen nu aan het doen ben, maar in het onderzoek deden wij dat, ja. En je voelt het direct. Ik voel het toch althans, of dat de mensen een openheid hebben daarin en dat ze ontwikkeld zijn om dat te beleven. Ja. En dat heeft te maken met zelfonderzoek en zelfontwikkeling en dat afdalen waar ik van sprak. Dat is trouwens de mysterieschool, hè? Het afdalen. Dus we weten dat de buitenaardsen hebben met ons DNA gerommeld, maar ze hebben ook ons richtlijnen gegeven als een soort mysterieschool om die individuele ontwikkeling te gaan doen net. Dus je hebt geen kerk nodig, je hebt geen instantie nodig, je hebt geen regering nodig. Je kan alles zelf doen. Dat is zo fantastisch als je dat weet.
En dan daal je gewoon af in jezelf en je komt jouw innerlijke demonen tegen. En dat kan bijvoorbeeld een verslaving zijn, dat kan een frustratie zijn. En dan in plaats van er tegen te vechten, ga je dat omarmen en dat wordt kleiner in jezelf. Dus veel mensen moeten aan zichzelf gaan werken op die manier. In plaats van extern anderen te beoordelen, moeten ze in zichzelf die dingen gaan oplossen. Want als je dingen tegenkomt in het leven, mensen die jou slecht gezind zijn of zo, is dat dikwijls een demon in jou die de erkenning niet heeft gekregen en die zich weerspiegelt in de externe wereld. Dus het zit heel raar in elkaar. En die zaken, als we dit overbruggen en overwinnen, dan gaat het contact groter worden. En dat is trouwens, Werner von Braun heeft dat ook gezegd, en veel onderzoekers in dat dossier, iedereen weet het gewoon. Maar het wordt in de mainstream niet verteld. Werner von Braun zegt dit ook gewoon. Tuurlijk. En dus Werner von Braun is trouwens in Roswell geweest, tijdens de crash. Yo. Dat weten ook veel mensen niet. Dus die werd uitgenodigd. Ik ga eventjes uitleggen hoe dat ging. Het leger op dat moment, dat was Project Moondust, die dat deed, als er iets uit de lucht kwam. En als het neervalt, en er is er effectief iets, dan werd er een grote cirkel gemaakt om een bepaalde straal rond, met militairen, die niet wisten waar het over ging. En dan werd er een kleinere straal in het midden, rond het tuig bijna gemaakt, op een paar meters, met tentjes ook en zo, en voertuig, van mensen die het wel wisten, over wat het ging. En daarin is Werner von Braun toen uitgenodigd, in die kleine cirkel om de wezentjes, hè, wat ik daarnet zei, de PLF's, te gaan bekijken, wat is het. En hij heeft ze beschreven volledig in het dossier. Hij heeft gezegd, ze hebben vissenhuid, achtig, ze waren grijs, like the grey. Dus dat hebben we allemaal. Hè. Dat is niet zoiets dat... Die kerel was enorm betrokken. Hè. Dus, en ik hoop dat mijn boek is maar nu een klein infuus eigenlijk. Maar er is zoveel dat nog naar buiten moet komen. En het plaatje wordt allemaal completer natuurlijk op die manier. Ja. Dus ik zou zeggen aan de kijkers, ik hou jullie vast wat er allemaal gekomen is. Het is mega. En let dus ook op volgens mij dat je niet laat... Dat je er niet in trapt, zeg maar, als je met Project Bluebeam en al dat soort zaken. Want het zijn natuurlijk twee sporen die naast elkaar lopen eigenlijk. Ja, Project Bluebeam is the worst of the worst, vind ik. Dat is deceptie op gigantische grote schaal. Dus dat is echt, het is echt om het bewustzijn volledig in angst te gaan triggeren. Want angst is een van de gemakkelijkste, dat is een oerfrequentie bijna in ons. En als dat getriggerd wordt, worden we klein in ons energetisch veld. We gaan sluiten. En dan zijn we vatbaar voor manipulatie. Dat is gewoon zo. Dus ik vind het verschrikkelijk, maar... Ik volg het op en ik denk, het gaat komen. Het gaat komen, we gaan bedot worden met iets uit de ruimte. Het is al zoveel keer aangekondigd. En nu in het netwerk, onder de ex-officials, het is overal aan de hand. We zijn er allemaal over aan het praten, dus ze weten het maar al te goed dat het op het menu staat, op de kaart. En we moeten gewoon afwachten. Het is net met de COVID geweest ook, die tijd. Ik heb niks gezien op tv trouwens van de COVID. Ik heb alles afgesloten toen. De lockdowns toen was het allemaal voor de vaccins. En ik wist, dit moet je gewoon uitzitten. Moet je gewoon even... Okay. Ja, en dan heb ik die tijd gemaakt om mijn boek af te werken. om iets positiefs in de wereld te gaan brengen. En dat gaan we ook moeten doen met Bluebeam. Maar ik vermoed dat er schuilkelders weer gaan komen. Hè? Dat mensen zo bang zijn van die hologrammen die vliegen, like 9-11, want dat was ook een hologram. Dat het mensen gewoon onder de grond gaan kruipen en er gaan sirenes afgaan en er gaan ontploffingen zogezegd gebeuren. Maar er is nog één ding tussen in die false flag en die zal iets eerder komen. Want de false flag werkt eigenlijk zo. Het is niet altijd voorbereid het tijdstip wanneer het komt. Het hangt ervan af wanneer het nodig is om de mensen terug op een bepaald traject te krijgen, de bevolking of de massa. En daartussen zit nog Operation DART. En DART is Double Asteroid Redirection Test. Wat wil dat zeggen? SpaceX van Elon Musk is nu raketten aan het afvuren. Die wordt gewoon betaald daarvoor. Die heeft er verder geen insteek in. Die gaan open in de ruimte. En er komt een satelliet uit. De DART noemt die. En die kan in een asteroïde boren.
Maar dan zie je de term Double Asteroid Redirection Test. Redirection. Dus ze willen eigenlijk die asteroïden pakken. En ze geven het ook toe op het internet. Ze kunnen het. Maar ze zeggen niet dat ze hem kunnen vervoeren naar ergens. Sorry. Ze kunnen hem dus vervoeren naar ergens. En wat ze ook niet zeggen, is dat ze hem kunnen lossen in de atmosfeer. Dus met andere woorden, kan er tussen nu, ik vermoed tussen nu en 10 jaar, plots melding zijn dat er asteroïden, grote stenen uit de ruimte vallen. En dat zal eerst in de oceaan gebeuren om het angsteffect te starten. En dan zal er wel ergens een dorp of zo vernield worden. En zo gaat dat dan. Snap je? En dan is die angst weer volledig vertrokken. En dan denk ik, daarna zal de false flag, de false alien invasion komen. Dat is wat ik vermoed. Hè. Ik kan niet zeggen dat ex-officials mij dat gezegd hebben, maar dat is wat ik vermoed. Ja. Ja, het is als je naar kijkt naar al die agenda's, dan ja, je weet nooit precies wanneer ze komen, maar ze volgen elkaar achter kop. Volgens mij zijn ze ook een beetje aan het testen hoe ver ze ermee kunnen gaan en hoe serieus mensen het nemen. Wel, het is heel serieus dit, DART. Het is technologieën ten top gedreven. Als je het op afstand zo... Want als je iets in de atmosfeer gooit, brandt dat op normaal gezien. Hè? Mm. Dus je moet al een grote kei hebben die daar tegen kan. Maar als je die... als die ergens valt, dat kan trouwens ook tsunamis veroorzaken en zo. Hè? Dat kan verschuivingen van zaken. Dus dat is... probleem van je was dat je daarmee kan creëren. Ja. Dus dat vermoed ik dat dit ook nog kan gebeuren. Dat ze dit ook nog ergens een keer uitspelen. En dan die fake alien invasion. En zo zijn we daar. Ja. En dan zal het stoppen. Hè. Dan zal de angstkaart volledig uitgespeeld zijn. En gaan wij beseffen dat, dat we nu open moeten gaan naar de galactische werkelijkheid. En dat we veel meer kunnen dan dit. Want het is eigenlijk een oorlog tegen onszelf dat we voeren. Vanuit buitenaars perspectief moet dat zo lijken. De mensen zijn gewoon naar elkaar aan... Dus een kleine groep houdt een grote massa in bedwang, constant. Mm-hmm. En die massa zit tegen elkaar te schuren, zeg maar. Ja, en als je ziet, het Vaticaan bijvoorbeeld nu... Die begint nu allemaal dingen de wereld in te gooien... die toch wel heel interessant zijn, en die hebben een eigen krant. En plots verschijnt er daar dat zij in buitenaars leven geloven. En dat is één zekere Guy Consolmagno die dat gelost heeft. En die kerel... Want ik doe dan onderzoek daarnaar. Dus ik spreek van 8 jaar terug of is al begonnen, denk ik. 2009 moet dat geweest zijn. En die man werkt voor het Vaticaan, is astronoom, maar hij werkt ook voor NASA. En hij zit in Amerika en hij is werkzaam in Arizona op een heuvel, een heilige heuvel van de Indianen, daar ter plekke. En daar staat er een gedrocht van een telescoop op. Ze hebben die heuvel volledig ingepalmd, het Vaticaan. En die telescoop noemt VAT. De Vatican Advanced Technology Telescope. En die je ziet met infrarood, buiten de atmosfeer uiteraard, maar verder dan de Hubble die in de ruimte hangt. Dan moet je dus wel even klik-klik zeggen, dit is gigantische technologie. En Guy Consolmagno gooit in die krant dat ze naar buitenaars leven aan het kijken zijn. 2009 al, hè. Dan heeft hij er een boek over uitgebracht. How to baptize an extraterrestrial. Oh, ja joh. Ja, en het Vaticaan zegt nu van... Dit is niet tegenstrijdig met ons geloof, buitenaars leven. Het is een werkelijkheid. En God schept zoveel andere schepsels naast ons. Natuurlijk weten wij wat ze aan het doen zijn. Ze willen vinger in de pap houden, omdat het aan het komen is, de openbaring. En ze willen er niet naast vallen dan. Ze willen zeggen, ja, we hebben toen gezegd dat het bestaat. Hè, dus we moeten... Onze winkel kan verder. Mm. Zo simpel is het. Maar ze zijn dus ook aan het investeren daarin. En het is een gigantisch project. Waar ze dus... In 2001 hebben ze een soort interne conferentie gehouden. Met allemaal astronomers en wetenschappers. Rond buitenaars leven. Dus ja. Er gebeurt veel. Er gebeurt veel, hè. Ja. Er komt ook veel aan de komende tijd. Maar ik denk als je bewust bent ervan, dan verandert het ook wel gewoon... Ja, dan kan je het eigenlijk aan je voorbij laten gaan. Een soort van wat je net ook al zei over corona. De negatieve kanten eraan wel. Ik heb nooit angst daarin. Ik negeer het gewoon. We laten het voorbij eventjes gaan. Ze zijn weer een kaart aan het uitspelen, denk je dan. Oké. Like nu de Oekraïne ook. Dat is gewoon om de prijs naar boven te duwen overal. En om ons weer armer te gaan krijgen. Ja.
Dat is een simpel oefeningetje weer. En ze houden ons nu eventjes af van die COVID terug. Dat is allemaal zo'n testsituatie. Maar ondertussen weten we wel dat er daar gigantisch veel drones worden gebruikt. En ik spreek van drones zo groot als een vliegtuig. Hè? Dus dat is een test die ze daar doen met drones ook. En met die drones kunnen ze zo goed als een atoombom laten vallen. Dus het is crazy gewoon wat er allemaal bestaat en wat niet in het nieuws komt. Want wij denken, een drone is zo'n machientje waar we zo speelgoed. En dan kunnen we filmen, leuk, hè, allemaal op de foto, hallo. Maar daar zitten ze wel met gevechtsvliegtuigen als drones bezig, met kernwapens op. En ik weet het niet goed, ik vind dat toch alarmerend op zijn minst. En daar moet toch een zekere controle of verantwoordelijkheid aan gekoppeld worden, die ik niet voel bij de instanties of bij de mensen. Nee. Het is allemaal zo, ja, ze hebben daar binnengevallen, maar dat is het oude nog, het oude paradigma die ze hanteren. Ze vallen ergens binnen, lijkt in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik ga jou zeggen, de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers hadden zoveel succes omdat ze de Blitzkrieg hadden uitgevonden. En de Blitzkrieg, dat is eigenlijk een coördinatie tussen tanks en vliegtuigen, waardoor ze een land heel snel konden inpalmen. Nu gaan ze dat doen, de vliegtuigen weg, maar met de ruimte dingen. Blitzkrieg, zo kunnen ze nu te werk gaan. Snap je? Hmm. Op land en vanuit de ruimte operaties doen, samen gecoördineerd. En daar komen die drones natuurlijk ook in het verhaal. Die worden via satellieten geleid en zo, op afstand. Maar ja, ik hou mijn hart vast. Als er daar zo per ongeluk een atoombom, dat er iets verkeerd gebeurt. Het heeft iemand op een verkeerd knopje geduwd of zo. Of er is een defect. Ik weet het niet. Nou, volgens mij worden we dan gewoon geholpen, toch? Ja. Ja. Even de depopulatie. Ja. Ik weet het niet goed. Het is toch... ja. Ik vind toch... Hey, we leven eigenlijk echt toch wel in een science fiction wereld. En de bewustwording is er hier niet op aarde, dat het zo is. Nog niet? Nee, dus transhumanisme komt er ook aan. De verandering van het lichaam op drastische manieren. Niet plastic surgery, maar effectief nanotechnologie in ons lijf. Aanpassingen die... op een bepaald moment ga je gewoon mensen die lopen die groen zijn. Hè? Die dat kunnen, de huid kunnen veranderen van kleur, hè? Zo met een app. Ja. Snap je? Dit is al allemaal daar. Hè? Die wetenschap bestaat al allemaal. Hè? Ja, maar lichaam. Voor mij voelt het gewoon... Ik heb er gewoon wel gewoon... ik voel me niet dat ik hier nog heel druk over maak. Want ik heb zoiets van... Oké, dit is blijkbaar nodig voor ons om bewust te worden. Dus kom maar door met al die onzin. En dan... vanzelf worden we bewuster. En dan, weet je wel... Ja, dan moet je er maar ook vertrouwen in hebben. Dat is misschien naïef, maar... Nee, ik snap dat is ook het enige wat je kan doen. En dit soort gesprekken voeren en that's it. Ik snap wat je bedoelt. Nee, dat klopt wel. We moeten er sowieso door. En al die onnozelheid hoort er nu eenmaal bij om er door te gaan. Het is dat wat je bedoelde. Mm. Laat het maar opvolgen, laat het maar komen. De mens moet het leren. En dan gaan ze het afleren. Ja. Zoals Yoda in Star Wars zegt... You must unlearn what you have learned. Ja. Dat is toch wel leuk. Dat is plots in zo'n science fiction film. Het klopt gewoon. We zijn door school en maatschappij... Dat is trouwens... Voor mij was school en de maatschappij dat is altijd een secte geweest. Op school ook. Je wordt daar zo... gemanipuleerd op alle momenten dat je zegt, wat is het nu? Dat is niet normaal. Dat is niet, nee. En dan moet je punten halen om te bewijzen dat je uitstekend bent. Mm. Wat een onzin. Mm. Het puntenstelsel. Wie vindt er dat nu uit? En nu zijn ze het ook natuurlijk aan het doen in de wereld. Mm. Om de crime en wat is dat? Social credit score. Maar ik kan jou zeggen, de misdaad bijvoorbeeld... Dat wordt altijd gecreëerd als er tekort gecreëerd wordt. Mm-hmm, als er geen tekort is, is er geen misdaad. Nee. Zo simpel is het. Dus als we onze energie goed hebben, de wereld is er geen tekort. Nee. Want alles begint bij energie. Mm-hmm. Onze voedingssector, noem maar op. En dat verandert alles. En dat verandert alles. En hebben de mensen geen noodzaak om met een pistool rond te lopen en iemand te bestelen en weet ik van alles. Mm. Maar die noodzaak wordt in stand gehouden door tekorten. Dat zijn simulaties in onze matrix, in onze programma's. Want trouwens, alles in de wereld is programma's en contracten bij die kerels. Zo simpel werkt het. En als jij bewust bent, kan jij het programma manipuleren en het herprogrammeren. Snap je? Maar dan moet je wel al heel lang met jezelf, in jezelf gewerkt hebben om door te hebben wat je wil programmeren. Dat is het probleem meestal voor mensen.
Want ze willen het veranderen, maar ze weten niet meer wat. Nee, en als dat gebeurt vanuit een angst of vanuit... dan ga je eigenlijk creëren wat zij willen dat je creëert. Ja, of winstbejag. Ja, dat is zo een typisch iets. Hè? Mensen die zo... Oh, ik stel het goed. Hè? Ik heb een zaak opgebouwd en ik ben met dat bezig. En dan het geld stroomt binnen. Ja, en dan? Wat ben je nu aan het doen? Wat is nu het verschil? Oh, je hebt een tweede auto kunnen kopen of je hebt dit of dat. Ja, so what? Dat helpt niks, niemand. En dan natuurlijk krijg je dan dat effect dat ze dat moeten etaleren allemaal. Mm. De illusies die ze daar aan het bouwen zijn, die luchtkastelen. Dat is geen zelfonderzoek of geen ontwikkeling. Snap je? Dus dat wordt ook gestimuleerd vanuit regeringen en maatschappijen om zo te werken. Dat is die programmatie. Ja. Zo ben je goed bezig. Nee, je moet echt wel in jezelf gaan zoeken. En dan pas ga je dingen ontdekken, dat zijn de parels die je in het leven kunt gaan uitzetten. En dan ben je goed bezig. En dan kan je echt de herprogrammatie gaan toepassen. In eerste instantie in jouw eigen leven. Je straalt uit wat je bent. En dan kan je ook andere mensen daarover praten en zeggen, ik heb het zo gedaan. En misschien werkt dat ook voor jou, wie weet. Mm-hmm. En dan denk even na, zak af in jezelf. We kunnen oefeningen doen daarover en daar rond. En we zien waar we uitkomen. Ja, ik denk dat individuele, dat heidendoms aspect van afdaling in jezelf, want dat is een mysterieschool aspect van het heidendom. Hè, want daarom zijn de heksen ook vervolgd vroeger en zo. Mm. Omdat die dat aanleerden aan de mensen. Die leerden dat aan van je moet nu even stilstaan, goed kijken naar jezelf, rustig worden. En dan ga je iets ontdekken. Dit is de conclusie. Ja, toch? Ja, hier moeten we mee afsluiten. Want ik geloof gewoon niet dat we... ik denk dat je hem hier heel mooi samenvat. Dus komt altijd terug. Het komt altijd weer terug daarop. Ja. En ik wil ook even jou bedanken, Jorn, voor dit fantastische gesprek. En ook jouw werk dat je doet. Toch in de 80 interviews al op die manier. Ik vind dit echt wauw. Ik ben heel fan, dus ik kijk ze. Dus fantastisch werk. Dank je wel, man. Doe verder. Ja, gaan we zeker doen. En jij super bedankt voor al je werk en voor dit gesprek. En mensen, als jullie het interessant vinden, je boek UFO's officieel erkend, kan je gewoon kopen bij Obelisk. Bij Obelisk kan je hem bestellen. Een hele goede uitgeverij ook. Dus go for it. Bart, dank je wel, man. Dank je wel. Lieve vrienden, als jullie het tof hebben gevonden, dan doe jullie mij een groot plezier door de podcast te delen op jullie socials met jullie vrienden. En op www.juluka.com kun je financiële bijdrage doen als je mijn warm hart toedraagt en als je het tof vindt wat ik maak. Super dank voor het kijken, super dank voor het delen en super dank voor jullie bijdrage. Dank jullie wel, zie jullie snel weer. Ciao.